Dag dames en heren, welkom weer in nieuwe aflevering van Nieuw Geld. We zitten vandaag weer op kantoor. Na zes maanden van Joep is het weer de eerste keer dat we opnemen zijn. En ik heb gelijk ook een leuk nieuwtje. Ik moet gelijk even een leuk verhaaltje vertellen. Mij werd namelijk opgeattendeerd. Joep was op een festival vorige week. Nee, ga en en het en <laughs> en je gelijk zo. En even, zet jezelf schrap, hè? Zet jezelf schrap. Maar Joep heeft op, op een festival geveept. Oh, en toen zei hij ook nog daarna, maar niet aan meest vertellen. <coughs> Je gaat ga, ga me gelijk niet. Je Breathe je ga, air! Je ga me gelijk niet goed zetten. Gewoon de eerste minuut al. <laughs> ja, tuurlijk, broer. De eerste keer na zes maanden. <laughs> ja, durf het dan maar eens te ontkennen. Dan gaat het niet worden. Nee, ik ga er niet verder op in. Nee, maar het was. <laughs> nee, gaatje, dat kan gebeuren. Iedereen maakt wel eens fouten, natuurlijk. Maar, uh, Eerste keer in zes maanden, dat is een hoop gebeurd. Sinds vorige keer dat we hebben uitgezonden, ben ik bij op één geweest. Heel Nederland uitgelachen. Auto gecrashed. Nieuwe auto gekocht. Twee nieuwe bedrijven opgezet. Ja. Uh, ja, al mijn geld uitgegeven aan die auto. Wat ook een leuk verhaal is trouwens, dat denk ik niemand even verwacht. Maar oké, okay. ja, laten Zal we ik beginnen over maar, maar laten we daar maar even mee beginnen. De auto. Laten we daar ik even ja, mee beginnen. Laten we beginnen. Jij hebt een nieuwe auto. Ja, M4. Maar uh, kijk, ik wil gewoon heel even duidelijk zijn dat ik wel gewoon. Ik heb wel echt al mijn geld aan uitgegeven. Want ik heb wel echt gewoon scheid. Dus. Ik wilde zeg maar die auto hebben. En ik had gezegd: 1 juni moet ik hem hebben. En dan word ik ook helemaal gek van: ja, dan moet ik hem echt hebben. Weet je wel. als ik hem dan niet heb, dan zou ik gewoon um, ja, mezelf als mislukking zien. Dus ik moest hem hebben. Ik elke keer manifesten, naar die auto kijken, hard werken. En uh, het was ook een beetje na die vorige keer dat ik die auto gecrashed had. Het voelde een beetje als, um, ja, als een soort vlek op je, op je eergevoel of zo. Ik weet niet hoe je dat moet zeggen. Maar het is toch gewoon: kijk, als jij bij opeen zit en daarna wordt uitgelachen door ongeveer 2 miljoen mensen. Lees de reacties op Dumpert maar een keertje, dat wil je echt niet weten. Wat die mensen allemaal zeggen, wat voor mensen zitten ook op Dumpert trouwens. Stond je op Dumpert? Ja, ik stond op Dumpert met uh, 500.000 views of zo, 300.000 dik ik veel. En uh, 3 miljoen doodsbedreigingen in de comments. Nou ja, je kan zeggen wat je wil, maar dat is gewoon niet chill om te lezen, snap je? Dus, ik neem die mensen niet serieus, want die zitten nou op Dumpert de hele dag te typen. Dat zijn altijd kneuzen natuurlijk, die neem ik niet serieus. Maar toch, ook al heb je 100.000 kneuzen die iets zeggen, dan toch blijft het een beetje hangen. Dus, het voelt toch gewoon een beetje kut het voelde een beetje kut en ik had gewoon even een kutperiode en uh, toen heb ik ook helemaal niks opgenomen gewoon alleen maar keihard gewerkt we in, de, echt in de bunker in de bunker de deze ja. deze deze dit was echt wel focusseizoen back to the lab gewoon en dat uh, was gewoon even echt echt focusseizoen en nu kunnen we ook echt echt planeerseizoen want het heeft ook resultaat gehad en nu staat die auto er wel dus het was wel echt met ultieme doorzettingsvermogen gewoon denken fuck jullie allemaal ik kom weer terug ik ben sterker ik ben Mees Wijnands jullie kunnen al dat tering krijgen en nu staat die N 4 voor de deur. En daar hebben we al mijn geld aan uitgegeven. En dat was even kut. Toen heb ik zelfs nog eventjes ben naar Zweden geweest vorige week. Toen stond of twee weken geleden. Toen stond ik nog even in de min zelfs om te tanken. Zo erg was het. Maar dan komt daarna wel weer een hele hoop geld naar me toe. En nu is het allemaal weer prima. Dus uh, gewoon even die uh, tussenperiode. Je moet gewoon even. Soms moet je gewoon eventjes. Ik had hier laatst ook met uh, die Dario de Vries over. Want soms moet je gewoon eventjes helemaal naar nul gaan. Gooi. Je moet eens in zo'n tijd je bankrekening gewoon op nul zien staan. Gewoon echt dat je helemaal niks... Dat je geen eens een stopbrood kan kopen. Dat je nee, gewoon helemaal... Geen stopbrood. Ja, maar gewoon helemaal niks. Want dan gebeurt er altijd iets geks. Er gebeurt altijd iets geks als je helemaal... Op en je gaat staat. ook anders denken weer. Ja. Je moet altijd weer iets nieuws bedenken zeg maar, om weer erbovenop te komen. En het is gewoon iets... Er gebeurt iets. Maar als je bankrekening op nul staat... Dan gebeurt er gewoon een, een soort mijlpaal in je leven elke keer. Dus als voorbeeld... Of je wordt uitgenodigd bij OP1, of iemand gaat dood, of je vriendin uh, gaat uit, weet ik veel wat. Gewoon zoiets. Of je, je haalt je diploma er niet, weet je. Gewoon zo'n zo event gebeurt er altijd. Ik wil even benadrukken. Het was nou OP1, wat je net zei, dat het allemaal heel kut was. Ja. Op een gegeven moment, en heel veel mensen hebben zo'n situatie in hun leven. Zo'n soort van tweesplitsing. Dan heb je een soort van T-splitsing. Je kan of naar links, of naar rechts. En je ziet het ook heel vaak terugkomen. Of je doet wat met de pijn, Je zet het om naar iets positiefs, zoals jij... Of je ziet die pijn en dan ga je, oh wat is het kut, oh wat heb ik het slecht, oh wat heb ik het zwaar. Ja, en dat wordt nu dus door iedereen eigenlijk, dat is de agenda die gepusht wordt. Als jij het slecht voelt, dan moet je gaan janken en pillen nemen en naar een therapeut gaan. Je moet juist harder gaan werken. Ja. Je moet juist zeggen, oké okay, Mees, hou je back even gewoon. En we gaan gewoon aan de slag. Daarom naar een hardbreak, naar de gym gaan, als je zeg maar nog skinny bent, dat is een van de beste dingen die je kan doen. Ja man, oprecht, oprecht. Sowieso. Naar de gym gaan is dan het makkelijkste van zeg maar, wat je kan doen. Dus uh, iedereen kan dat. Dus ga na een hardbreak gaan naar de gym. Maar ga ook werken aan je geld. Dat is gewoon het belangrijkste. Zorg ervoor dat je je geld op orde krijgt. Zodat jij, wij zeggen het heel vaak, en we moeten het nog steeds doen. Dus het is nog steeds een doel, zodat je ook gewoon je ouders met pensioen kan sturen. Ja, maar dat, maar dat is echt wat mijn, gaan we doen. Nee, nummer één. Dat doen. gaan we doen. Dat is echt mijn nummer. Maar kijk, mijn ouders met pensioen sturen. Ik denk dat als ik dat kan doen, als ik het huis kan betalen. Dat ik gewoon één keer van niet bedek. Dan kunnen ze met pensioen in principe. Ja. Ja, of gewoon maandelijks hypotheek, dat is wel ja. sneller, denk ik. Ja, dat, ja, dat, dat kan je wel in zijn. Een keer Vier ton aftikt, maar waar het op gaat, inderdaad, stel je voor je komt. Laten we even terug gaan naar, naar de situatie: je komt in een situatie waar het kut is, dan kun je zelf afvragen: ga ik iets doen met de pijn, of ga ik lopen uitjanken? In principe heb je die pijn toch al? Zet het gewoon om naar iets positiefs. Bij mij is de sport ook begonnen toen, het, toen het is het uit te gaan mijn vriendin. En ik stond, ik, ik, had, dus een, ik had toen zulke zieke discipline. Gewoon elke dag 6 uur toen was ik in Amerika. Stond ik in de gym. Omdat, ja, ik, gewoon zo, omdat ja. ik zo para was. En het deed gewoon zoveel pijn. En ik stond dan op. En dan dacht ik van: ik moet gewoon laten zien dat ik beter ben. En misschien is dat helemaal niet de beste manier om te denken. Maar er zijn uiteindelijk wel de dingen waar je iets mee bereikt. Dus sta je voor zo'n situatie dat iets kut is. Zorg gewoon dat het naar iets positiefs. Nou, en sta, ook, ook sta je voor een situatie dat je zeg maar, een keuze hebt. Van oké, okay, ik had het ook voor die m 4 Want als je zeg maar, al je geld uitgeeft aan iets wat fucking dom is natuurlijk en wat er gewoon even even leuk is en daarna denk je wat fuck heb ik gedaan, maar dan kan je of denken oké okay, ik ga nu gewoon verder of je kan denken oké okay, ik bitch out en ik stop ja. snap je? Dan moet je altijd gewoon verder gaan, ja. altijd. Dan moet je altijd zeggen fuck it en gewoon doorgaan. Dus dat levert uiteindelijk altijd meer op, want uiteindelijk zie je dan altijd dat er weer iets gebeurt en dan komt er weer iets naar je toe of zo. Ik had dat ook trouwens. Zo, ik was aan het rijden dus naar uh, Zweden toe. En ik had eigenlijk Gelukkig. oprecht geen geld meer van benzine, toch? Die was echt heftig. Die was echt heftig. Maar ik, dus ik dacht, oké, okay, ik kan nu of gewoon blazen met die auto en gewoon 2,80 rijden. Of um, zuinig rijden en zorgen dat ik nog benzine heb om bij de ferry aan te komen naar Denemarken. Nou, ja. ik blaas natuurlijk. En um, op een gegeven moment zie ik vlak voordat ik bij die ferry aankom in Denemarken, waar ik dus moest tanken. Uh, zie ik, ping, molly melding. Bijnaansorganisatie. Bol.com, handleiding, 350 euro. Morgen op je rekening. Die heb je echt anderhalf jaar geleden gemaakt. En die heb ik echt anderhalf jaar geleden gemaakt. Nooit meer verkocht sinds anderhalf jaar. En in één keer gewoon, ding, 350 euro. Kom ik even door. Dat is te bizar, maar dat komt omdat ik gewoon. Omdat we, wij hebben gewoon unlimited geld, snap je? Dus er komt gewoon altijd weer iets naar je toe. Nee, nee ge geld is nep. Ja, dat ook. Meer. Dat ook. Maar het is meer gewoon, als je zeg maar niet denkt in, uh, in uh, limitaties. En gewoon alleen maar denkt van, bam het komt naar je toe. En je hebt altijd genoeg, dan heb je ook altijd genoeg. Er gebeurt altijd gewoon iets geks. Ja. Standaard. Nog een andere, wat ook in de afgelopen twee weken is gebeurd. Ik wilde toch in, de, in Barcelona gaan wonen, als eerste het plan. Ja, ja, ja. ja <coughs> dus ik had uh, tegen mijn vriendin gezegd, ja, we gaan in Barcelona wonen, dit, dat. Uh, ik ga appartement fixen en zo. Helemaal geen geld. Kosten kostte 7000 euro, zo over drie maanden. Ik dus had gezegd, ja, nee, gaan we doen, gaan we doen, gaan we doen. Totaal geen geld. Op een gegeven moment, uh, toen het een beetje dichterbij kwam, zeg maar, toen het bijna moest gaan afronden... Zie ik ineens een bericht van Centraal Beheer van die verzekering van de vorige auto? En ik zie dat zij eigenlijk best wel weinig hebben overgemaakt. Dus ik zit te kijken, hè, maar wat hebben ze nou gedaan? Dus ik bellen en zegt die vent: Ja, maar ja, we moeten natuurlijk ook nog exclusief BTW overmaken. Ik zeg: Hoe? Hoezo exclusief BTW? Het is een margeauto. En hij dacht dus dat het een BTW-auto was. Nou, drie keer raden wat er nu gebeurd is. Toen moesten ze dus nog 8000 euro extra overmaken, omdat ze een foutje hadden gemaakt drie maanden geleden. En dat gebeurt dan ook weer precies voordat ik 7000 euro aan Barcelona moet overmaken. <laughs> het dat valt allemaal net op zijn plek. En je kan zeggen dat het toeval is, maar dat is het niet. Ben ik overtuigd. Het is geen toeval. Dat is gewoon puur ja, wat, hoe je het wil benoemen. Noem je het? Noem je het God? Noem je het Allah? Noem je het. Uh, er is uh, iets. Er is iets en dan komt het toch naar je toe. Ja. Dat gebeurt altijd. En daar heb ik ook altijd unlimited vertrouwen in dat het weer terug naar mij toe komt. En dat ik uiteindelijk altijd bovenop. Een win. Maar wacht even, want het is niet zo dat je op de bank gaat zitten en dan de hele gaat zeggen het komt toch weer naar me toe. Nee, nee. Precies het tegen. Ja, je moet het stelden. afdwingen. Ja, je ja. werkt keihard. Je bent ding bezig met je eigen bedrijf. Je zet een nieuw bedrijf op. Je eet gezond. Je gaat naar de sportschool. Je bent aardig tegen mensen. Je bent aan het netwerken. Je bent ja. nieuwe mensen aan het praten waar nieuwe ideeën uitkomen. En dan komt het altijd naar je toe. Je moet het wel afdwingen. Kijk, ja. het is wel zo als ja. jij xxx x, x goed doet, dan komt er ook een goed resultaat uit. Dan heb je ook grotere uh, zeg maar dan straal je het ook uit op andere mensen. Maar als jij alleen maar slechte keuzes maakt. Dus alleen maar McDonald's zitten eten en chips. En zitten janken en films zitten kijken. Dan gaat dat nooit gebeuren natuurlijk. Want dan zit je in een negatieve spiraal. En daar moet ja. je dan uitkomen. En de makkelijkste om daar uit te komen is gewoon je spullen te pakken en naar de sportschool te gaan. Ik ben daar ook sowieso van overtuigd. Dat stel je voor iemand begint met zeg maar. Je, hebt, je werkt nu met de Dirk. En je begint met zeg maar iets voor jezelf doen. Dus Hoe kom je bij dat als voorbeeld? Nee, ik werkte vroeger bij de Dirk. Ja, ik, ik ook. Allebei. <laughs> Samen dus. Maar in ieder geval, ik ben ook van heilig overtuigd dat als jij zeg maar, van een supermarktbaan, dus in dit geval, om gaat zetten naar een bedrijf of iets waar je anders geld mee gaat vinden, en je doet dat consistent, je werkt hard, wat ik net al zei, je gaat met mensen netwerken. Je zorgt er ook voor dat je ergens naartoe werkt. En... Je geniet ook van wanneer je aan het doen bent. Want dat heb ik ook wel. Ik geniet ook wel, zeg maar, als ik dan weer iets bereik. Ja. Stever, wij zijn nu met een softwarebedrijf bezig, we hebben een nieuwe klant. Daar word ik oprecht ook wel echt heel blij van. Dus ja. stel je, voor, je geniet van, van het verhaal daarnaartoe. naar nou, je succes wordt van. Je werkt hard, dan kan het niet fout gaan. Al doe je dat op een lang, lang, lange periode, doe je het 5, 6, 7, 8 jaar, dan is er gewoon 0.0 kans dat jij het niet gaat maken. Ik kan me dat gewoon niet voorstellen. Ik ook. Nee, maar kan me niet voorstellen, want het is gewoon niet zo. Als je altijd de goede keuzes maakt, altijd constant door blijft gaan, dan ga je het op een gegeven moment een goed resultaat uitkrijgen. Dat kan niet anders. Dan word je gewoon beloond. En dit, dit is ook iets wat iemand Gatsi heel, heel erg vaak in zijn video's verhaalt. En je Goal moet ook gewoon een stand blijven. Ja, en een plan hebben wat je gaat doen en daar dus aan vasthouden. Je moet trouwens niet het logo in beeld hebben, want we worden helemaal niet gesponsord. Nou, dus je moet hij, de factuur sturen nog. Nou, trouwens, trouwens, ik had van een bericht gestuurd op uh, LinkedIn. En hij zei: eind van het jaar zou het misschien wel kunnen. Voor sponsoring? Nu, nee, aflevering. Oh, aflevering. Ja, ja, ja. Hij zei nu even niet, maar misschien eind van het jaar. Dus wie ja, weet. Ja, okay. het gaat maar over... is het is wel echt topstil, dit. Ja, het is wel lekker, ja. ja. <laughs> Zitten wij En Dan wil ik een factuur sturen ook. Ja, dan, dan gaan we het gewoon bliepen. Bleep, bleep, bleep. <laughs> bleep. En we hebben de naam niet genoemd. We doen net zoals we de NPO zijn. Oh, ja, ja, ja. Ook vanmiddag op de NPO. Zo. Hugo de Jonge wil um, dat je je huis niet meer kan verkopen aan iedereen. Dat het alleen kan aan mensen met een minder inkomen. Nou, sorry, hoor jongens. Maar in welke DDR staat, in welke oostblok staat leven wij nu dan? Waar de fuck slaat dat op? Nee. Dat is gewoon echt lachens, lachenswaardig. Dat staat helemaal nergens op. Dat is echt een bizar verwoord. Gewoon geen eigendomsrecht meer. Maar ik vind sowieso dat ons land langzaam aan het vergaan is, beetje man. Dat als je nu bijvoorbeeld ook kijkt naar het nieuws en met de sportschool. Bijvoorbeeld ja. dan heb je ook sportpoeder. Ja. En dan komt er een artikel van. Wat één keer. Joel, Joel zegt het ook. Sportpoeder. Eén keer in het jaar komt er toch weer zo'n een artikel van een NOS. Echt complete onzin. Even janken. Even, Even janken. En dan zit er een poedertje in, in pre-workout. Wat 99%... Door 99% wordt dat niet gebruikt. Alleen, uh, ja, weet ik veel, als je in Amerika daar op zoek gaat, dan kom je eraan. En ja. vervolgens wordt de hele sportschoolindustrie, wat dus echt goed is... Maar hè? het is echt bizar, hè? Want wat dus echt goed is, hè? Want ja. de sportschool zorgt ervoor dat dikke mensen niet dik worden. Ja. Dat je discipline <laughs> creëert. Ja. En dan vervolgens komt er zo'n artikel of een en dan komt het allemaal tegelijk hè dan gaan al, alle duiken in één keer komen erop en maar dan gaan ze allemaal tegen ja. tegen een Beukers, gebruiken ze zijn potje waar dus helemaal geen pre-workout in zit dan zien mijn ouders het hé je gebruikt gewoon Maar het is allemaal gecoördineerd want het komt inderdaad allemaal precies tegelijk in net iets andere bewoordingen maar met precies dezelfde boodschap precies dezelfde bronnen nog net niet precies dezelfde foto's erbij zeg maar het is nee. totaal gecoördineerd van iemand die zegt oké okay, nu gaan we dat even doen en nu gaan we dat even doen wie dat is mag ik laat het jou over maar dat slaat helemaal nergens op. Want ook inderdaad, wat je zei, het is een middeltje wat ze zeiden: DMAA, dat zit ja. erin. Daar moet je echt naar op zoek. Ja, echt. Op de dark, en ook op de dark web in steegjes moet je naar zoeken. Ja, ja, het zit niet in elk product en zeker niet in al die producten van uh, Joël of XL Nutrition of Cosso, of whatever. Die zijn allemaal gewoon goed getest en zo. Dus waar slaat het om? Op? Het is gewoon totaal niet waar dat zij die dan gaan zwart maken. Dat is gewoon pure intentie om hun even kapot te maken. Maar ik waarom? zit dus oprecht de te denken, waarom doe je dat? Want het, is, het slaat gewoon nergens op. Want ik zat er ook even onderzoek naar te doen vanmiddag. En wat blijkt dus, door een studie van de RNVM, blijkt dus dat in 2013, 2013, 2030, 48% van Denen te dik is. Ja. Dat betekent dat 1 op de 2 mensen in 2030 te dik is. En alsnog gaat het zo om met de sportschoolcultuur. Ja. En drie keer raden wat er, wat er gebeurt als je te dik bent, dan raak je impotent en zo, kan je geen kinderen meer krijgen. Maar sowieso, dan ben je sowieso minder gelukkig. denk ik. Ja, dat ook. Dat ook ja. Dat wij, wij horen Tuurlijk. er ook vaak uit als een kring is een jongen die dat ook is afgevallen. Die zegt: ja, Ik kom toen mijn veters niet schikken en zo. En nu wel, ik zit veel beter in mijn vel. Ziet er ook veel gezonder uit. Een meest dix. Als je meest ja. dix vergelijkt met 2020, met 2023. Kijk, kijk wat voor verschil. Dat is gewoon een ander persoon. Ja. Ik snap niet hoe je dan als nieuwsbron dat kan zwart maken. Nee, en dan daar wel daarna zeggen van iedereen wordt obese, hier moeten we wat aan doen ja. of zo. Ja. Maar het is, het is ook maar nog, dat zei Jord Kelder laatst ook. En wij moeten dadelijk wel allemaal hogere zorgpremies betalen. Want al die dikke mensen hartaanvallen krijgen. Ben jij bereid daarvoor te betalen? Ja. Omdat jij de, je hele leven je hebt volgestopt met McDonald's en chips. Moet ik nou meer gaan betalen? Ja. Het lijkt, maar het lijkt ook wel alsof we. We moeten allemaal minder hard werken. Het is allemaal te zwaar. Het is allemaal niet goed voor je gebruik in een poedertje. Maar 20, 20 glazen alcohol is zo goed in de week. Het is alsof we gewoon zwakker gemaakt worden. Het is gewoon allemaal gejank. <laughs> nee. Dat was een hele land, maar dit is niet het enige, wat waar ik me ook niet over uit kan krijgen. Hier op Den Haag gaan ze dus dreigen om de gehele zomer ja, ja, ja. op de snelweg te liggen. we wacht overheen met het groene monster. Nee, Daar maar... Bam. <laughs> ik mij oprechten. Ik vraag me af. Oké, okay, je bent dus voor, voor. je staat dus voor een bepaald doel, voor een bepaalde visie. Hoezo stop je niet die tijd dat je op de snelweg gaat liggen voor een goed doel die dat support? Ja. Doe dan gewoon zoiets. Wat, ja. wat, 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 wat bezielt je dan? Dat je op een weg gaat liggen de hele... En dan ga je mens tegen mens in plaats van mens tegen overheid. Of doe het gewoon op de manier zoals het eigenlijk hoort. Door te lobbyen en politici om te kopen. <laughs> zo gaat het echt natuurlijk eigenlijk. Ja. Zo krijg je dingen gedaan. Ja. Ja, Dan kunnen ze het beter zo doen. Als je het dan wil bereiken. Dus waar advies houden voor Greenpeace. Doen? Of uh, voor al die mogolen die dat Extinction Rebellion. Ja, ga lobbyen. Gegeven, dat is veel beter. Maar ik vraag me af. Waar gaan ze de tijd vandaan? Hebben we niks beters te doen? Nee, die zijn werkelijk. Anders ga je, anders ga je dat toch niet doen? <laughs> Waar het eigenlijk wel op neerkomt is: uh, je mag niet meer naar de sportschool. Nee, allemaal gejank. Al doe je het wel. Maar ja, het, is, het wordt aan de ene kant, kijk, mensen worden zwakker gemaakt, maar daar wordt het wel steeds makkelijker om jezelf te onderscheiden. Ja, daarom, broer, als jij ons nu luistert, jij hebt al de, de dingen geluisterd die wij de afgelopen 20 minuten hebben gezegd, dan ben je nu al gewoon uh, winning eigenlijk. Ja. Dus jij kan nu gewoon naar buiten gaan, bam, helemaal mannetje, hier is die driehoek aan de bovenkant van je chest, in de auto, ja. naar de club, lekker oh. wij fixen, bam, bam, bam. Gewoon klaar. Ja. Geld maken morgen met bol.com, affiliate marketing, dropshipping, weet ik veel wat. Het zijn allemaal nog steeds goede dingen gewoon. Hè. Laat je niet gek maken. Daar kan je allemaal nog steeds heel veel geld mee verdienen. Als je dat gewoon start en dat zes maanden volhoudt, heb je over zes maanden minimaal een modaal salaris elke maand op je rekening. Makkelijk. Het is echt niet moeilijk. Het is oprecht niet moeilijk. Als je het, zeg maar, je wil onderscheiden, kan je zo makkelijk een bedrijfje opzetten en daarmee um, boven de rest uitkomen. Het begint gewoon allemaal bij discipline. Als je dat gewoon lang volhoudt, je moet het wel zes maanden gewoon even tijd in stoppen, hard werken, maar doe je het 6 maanden je minimaal. Verdien maar het is ook helemaal niet moeilijk hè, om zeg maar, zeg je voor je vergelijkde baantje van een 18-jarige. Hoeveel verdienen? de 18-jarige nu per uur? Denk je 8 euro of zo? 9 euro? Dat is veel hoor. Ik denk 6. 7. Zeg dus jij het even op. 6 euro 6. Ja, 6 euro 6 per uur. Stel je voor, je werkt laten we zeggen 30 uur. Maar dan moet je 20 uur werken voor 100 euro. Maar dat, dat is wel echt erg. Nee, maar het, het, het gaat er niet om dat het zo makkelijk is om op een andere manier geld te verdienen. Ja, ja. En dan heb je ook nog vrijheid. Dus hoef je ook niet dat je denkt: van oh, ik, zit nog, ik moet eerder weg van het strand, want ik moet zo melkflessen gaan vullen. Ja. <laughs> nee, maar, maar. Daar is niks ja, mis mee. Kijk, hoor. Nee, maar kijk, ik lach nu wel. Ik lach jullie ook wel een beetje uit, want als je 20 uur moet werken voor 100 euro, slaat echt nergens op. Dan ben nee, je gewoon een soort robot of nee, zo. Nee, maar er zijn wel We gewoon wij proberen te benadrukken. We hebben niemand zwart te maken. Want we hebben absoluut ook mensen nodig. Ik wel. Als je 20 uur moet werken voor 100 euro, ben je gewoon een loser. Simpel. Dus ik, je kan je tijd dan veel beter ergens anders steken. Maar wat het punt dus is, en wat het eigenlijk op neerkomt, is dat je moet gaan beseffen dat je geld voor je moet gaan laten werken. In plaats van geld voor een uur gaan werken. Ja. Want in principe, als je dit doet, ben je dus 6,6 euro 6 waard. Maar dan ben je letterlijk gewoon. Kijk, iedereen kan het doen, zeg maar. Dus dan ben je gewoon een robot die gewoon dingen pakt en erin zet. Zo de hele dag. Maar dat slaat nergens op. Je moet natuurlijk gewoon iets ontwikkelen, zoals onze cameraman nu, die onwijs goed met camera's om kan gaan. Nou, die is natuurlijk veel meer waard op z'n achttiende dan 6 euro ja. Dus zoiets moet je ontwikkelen. Je moet Ander je skill ontwikkelen. Ander voorbeeld. die gaat websites bouwen. Je gaat oefenen ja. met websites. Je wordt goed een website maken. En je kan binnen zes maanden duizend terug per website vragen. Stel je voor ben je 20, 25 uur mee bezig. voor de klant blij is. Kun je zo thuis door XP2, bezig je 1210 euro rijker voor de 20, 20, uh, 20 uurtjes werken. Dat is bijna 10 dat, keer zoveel. Nee, dat is, meer, dat is 12 keer zoveel. 12 keer zoveel? Nee, nee, wel 10 keer. Maar je moet wel. 10, 10 keer zoveel, dat is 10 keer zoveel. Dat is 10 keer zoveel als bij de supermarkt werken. Ja. En niet moeilijk, het is niet 10 keer zo moeilijk. Nee, maar je dus moet, misschien 2 keer moet zo moeilijk. Een half jaar, ja. tijd in jezelf steken, gewoon iets minder, weet ik veel. Op je telefoon, op TikTok zitten. Dus doe je twee uur, drie uur per dag ga je gewoon kijken naar YouTube. Hoe maak ik een website? Hoe design ik een website? Ga je oefenen. Al doe je dat 50, 60, 70 uur. Maar je moet wel echt, echt para zijn. Gewoon. Ik noem het altijd Para. Want je moet gewoon in je hoofd moet gewoon even iets, een schakeltje los zitten, toch? Ik heb ook met alles. Ik ben gewoon echt next next level. Gewoon Para. Dus met geld verdienen, met naar sportschool gaan. met... Uh, uh, ...relaties, gewoon alles is het gewoon... ...wil ik gewoon top tier hebben, snap je? Het beste of niet? Ja, gewoon letterlijk het allerbeste of niet. Dus ik ga elke dag naar de sportschool... ...probeer elke dag zoveel mogelijk geld te verdienen... ...en ook met relaties, daar heb ik nog wel wat over. Laatste keer dus toen ik die auto had gekocht... ...stonden de dingen op nul... ...en dan gebeurt er iets geks, zei ik toch. Dus uiteindelijk... Nou, ...ik zal de details besparen, ...maar het ging uit met een vriendin... Na een jaar of zo. Mijn Zweedse vriendin. Als je de seizoen 1 hebt geluisterd. dan weet je het nog. Dan ben je een echte OG trouwens. Als je seizoen 1 hebt geluisterd. S -O naar jou. Daar zijn dingen in gezegd die. Uh, nou ja, goed. Dus ging uit. Die is hopelijk ook niet meer terug te vinden. Ja. Maar ik. Ben <laughs> nee, die zijn niet meer terug te vinden. Maar goed, het ging uit. En. Uh, ik ben gewoon echt. Uh, echt. Echt. Paradam daarop. Dus ik kwam er bijvoorbeeld achter dat ze met een aantal gasten. nog zat te appen of zo. Dat was vrij onschuldig. Maar dan nog. Ik vind dat gewoon onacceptabel. Rode streep, toch? Dus zij was hier zo. Vrijdagavond om 6 uur. En zaterdagavond om zes uur was er weer terug in zweden. Zo snel gaat het. In één keer gewoon weer bam. Oké, okay, klaar. Terug. Doei. Want een red line is gewoon een red line. Daar ga je gewoon niet overheen, snap je? En ook als je dat weet, dus ik heb nu ook vereisten opgesteld voor de volgende relatie. Dit wordt een goeie hoor, jongens. Dit, als dit geen miljoen views, krijgt op TikTok, weet ik het ook niet meer. Moet je, moet je even ook die, uh, die headline geven. Dit zijn mijn vereisten voor Ja, de re Regels voor een volgende. Uh, regels voor een volgende relatie. Komt ie. Allereerst. Je laat niemand de ander disrespecten. Wanneer iemand negatief praat of een beledigende grap maakt over de ander, is het jouw taak om op te komen voor je partner. Doe je dat niet, dan is de relatie klaar. Twee: geen contact met mannelijke vrienden die overduidelijke intenties hebben. Maar het is in mijn mening vrijwel onmogelijk om als extreem knappe blonde godin, want dat ben je als mijn vrouw zijnde, mannelijke vrienden te hebben. Zijn dus hebben allemaal achterliggende intenties om ooit op een dag in je bed te belanden? Heel veel meiden snappen dit duidelijk niet, hè? Duidelijk. Nee, maar ik, ik vond het een goed voorbeeld. Heb jij ooit een uh, dame gezien van 110 kilo met heel veel mannelijke vrienden? Nee, nee, want die willen dat niet. Nee, dat gebeurt gewoon niet. Nee, dus als jij een heel knappe vrouw bent, wat je natuurlijk bent als je mijn vriendin bent, dan krijg je gewoon puur ook aandacht omdat je zo knap bent. En als jij over, als iemand overduidelijke intenties heeft om jou ooit te stelen, als het moment daar komt, om jou te stelen van mij eigenlijk, waarom de fuck zou je dat dan toestaan? Dat staat helemaal nergens op. Dus dat is ook gewoon een rode streep. Nee, no thank you, bye bye. Klaar. En hoe zou ik aandacht zoeken bij andere mannen als je in een relatie zit? Dat doe je ook een beetje. Ja maar, het, ja, maar het is niet per se aandacht zoeken. Maar die mannen geven sowieso aandacht, toch? Maar het is altijd met een cover-up. Kijk, die mannelijke vrienden, ze denken altijd, die vrouwen denken altijd van... het is een mannelijke vriend, maar het is altijd met een cover-up. Dus mannen kunnen gewoon over alles praten... als ze maar dan aandacht krijgen van haar, snap je? Dus ze kunnen praten over de, hoe snel het gras groeit... hoe je, je je keuken moet verven... personal training, weet ik veel wat. Alle onzin, gewoon Game of Thrones seizoen 2 nog nooit gezien, maar daar lullen ze dan gewoon over. Puur om even die attentie vast te houden. En om het gewoon te laten weten, check, ik ben er. Ja, dus, ja maar dat is gewoon een beetje, omdat ze gewoon hongerig zijn. Veel mannen zijn gewoon hongerig en dan lol je gewoon over alles. Terwijl eigenlijk um, dat is dan eigenlijk gewoon een cover-up. En die vrouw denkt dan, ja, maar hij praat gewoon heel goed met, uh, met mij over Game of Thrones. Ja, uh, dat is toch gewoon vriendelijk? Nee, hij heeft gewoon duidelijke intentie erachter zitten. Dus dat is niet toegestaan. Drie. Geen misbruik maken van liefdadigheid. Dit is, dit is echt een goede, dit heb ik wel een beetje overgenomen van Tate, maar dat maakt niet uit. Als je van mij bent, zit je in snelle auto's, gaan we naar mooie hotels en eet je bij de beste restaurants. Dat kan je allemaal zien op mijn Instagram. Dit doe ik niet om mijn vrouw om te kopen. Dit doe ik omdat ik er zelf simpelweg het meeste van geniet. Als ik ergens heen ga, wil ik gewoon in het duurste hotel zitten. Het mooiste restaurant en zo. Dat, dat doen wij ook als we samen zijn, snap je? Ja. Dus dat doe ik niet speciaal voor een vrouw. Maar als we dan ergens heen gaan, ja, dan doe ik dat. Is zij er ook. Daar werken we ook Logisch. hard voor. Ja, daar werken we ook hard voor. Ik vind dat gewoon, planeren vind ik het leukste dat er is. Nou, um, ik vind ook dat mijn vrouw niets meer dan het beste verdient. Dus zij verdient vijf sterren hotels. zij verdient de beste restaurants. En als je mijn vrouw bent, sta je voor mij op de allerhoogste treden, dan ben je bijna een godin. Heb je ooit een godin bij de KFC zien eten? Nee. nee. <laughs> dat heb je nog nooit gezien. Die eten bij Michelin restaurants. En ik zie mezelf natuurlijk als James Bond. Heb je ooit James Bond gezien bij de Subway? Nee. nee. Die eet bij Alain Ducasse in Monaco of bij Massimo Bottura in Modena. En dan kom je aan in een groene M4, rode Ferrari van grijze Aston, strak in pak. Zoals het hoort natuurlijk. Ja. Dus dat zijn gewoon regels. Als je daar misbruik van maakt en je bent dan puur uh, met mij of met Joep of met wie dan ook om ja. daar naartoe mee te gaan, en je komt achter, ook oh, klaar. Doei. Dus vanaf nu, iedereen elke date die ik heb met een uh, knappe dame, ga ik eerst uh, akkoord laten gaan met dit. En anders is het uh, klaar. Ja, zou, <laughs> ja als, je, als je als je dit belangrijk vindt, als, als, je, als je, het je het wil, ja. Punt. Gewoon duidelijk. En dan heb ik ook nog, uh, want manifest hadden we natuurlijk ook al over. Kijk, ik heb ook nog uh, de hele lijst opgeschreven met uh, vereisten voor een toekomstige vrouw. Ga, zou, ja, ik ga het niet voorlezen. Nee, ga niet voorlezen. Nee, nee, nee. Maar het is, is heel specifiek gewoon. En dan ga ik nu gewoon manifesten en denk ik gewoon, ja, op een dag komt ze naar me toe. Staat ze gewoon in één ja, keer hier, ja. loopt ze gewoon hier langs en dan geeft ze een knipoog. Ja. En dan weet ik dat het moment daar is en de, dan ren ik naar buiten. En dan is het gewoon, oké, okay, klaar, maar Je, 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 je ziet het op met heel veel gasten wel, dat ze zeg maar niet durven... En heel eerlijk, ik dacht dat in mijn relatie ook, dat je het niet durft om te zeggen van dit is mijn ondergrens. Omdat ze denken van ja. ze gaat gelijk naar een andere guy, maar dat moet je dus wel hebben. Ja klopt. Maar dat komt letterlijk door uh, als je mensen als en zo niet had gehad, dan had ik dat ook niet geweten. Ja, het gaat gewoon dat gasten ook er is meer zelfrespect ander... krijgen. Ja, er is... Je weet ja. gewoon je waarde. Als ah, jij fucking gespierd <laughs> bent, als jij veel geld hebt, als je veel dingen kan doen, dan hoor je echt bij een bepaald procent van de mannen, dan mag je echt wel wat waarde voor jezelf hebben. Dat ben je niet zomaar vervangbaar. <laughs> ja, ik zag het wel. Dat ben, ben je niet zomaar vervangbaar. Ja, en ik vind dat, dat gasten, zeg maar, die mogen echt wel zeggen: van Yo, dit is mijn grens, ja, dit vind man. ik niet chill. En dan komt de chick... Uh, uh, ik ben onzeker. Of, oh, je bent onzeker. Nee, dit is iets wat ik belangrijk vind, wat ik van tevoren de relatie zei. En daarom hebben wij een relatie. Ja. Dit zijn mijn normen en waarden. Het is niet onzeker. Kijk, ik ga ook niet met uh, vijf andere blonde dames het grote tite, contact onderhouden. Dat slaat nergens op, snap je? Dus, uh, ik. Ik verwacht het van jou, maar jij kan het ook van mij verwachten. En wat dat betreft is het gewoon gelijk. Het is niet zo dat ik dat dan wel mag. Nee, dat is iets wat Dat wel zegt. Die, uh, meerdere vrouwen en zo. Ja, maar daar verschillen we dan op. Maar dat vind ik niet. Nee, nee ik ook niet. Dat vind ik onzin. Dus je dus kan het ook het van mij en verwachten. Ben, ja, en weer. ik ga ook niet aan de andere kant misbruik maken van jouw liefdadigheid. Nee. En ik ga ook niet iemand anders jou laten disrespecten. Dus het gaat twee kanten op. En ik vind het gewoon hele eerlijke regels. Dan weet vanaf nu vast heel Nederland het uh, voor de toekomst het scheelt ook weer tijd en zo. En dan kan je die tijd extra geld verdienen. Dus. Uh, bij deze. Dan kun je voor gewoon een clip doorsturen naar meisje voor je op date gaat. Ja, ja, ja. ja, dus ik kan ja. Even, even taggen in een clip voordat ik ja. op date ga. Met uh, dit en dit zijn de regels. Ja, ja. ja dit vind ik wel een goede. Ja. Vind ik wel een goeie. Maar het gaat erom meer gewoon dat als je als gast hebt en dat wordt niet vaak op zich ken gewoon wel je waarde. Ja, inderdaad, man. Het is heel gewoon belangrijk als dat soort figuren als Tate of David Goggins of wij zeggen het nu dan of Joel Beukers Beukers niet waren geweest. Dan had je gewoon geen idee gehad. Dan was, was iedereen gewoon een beetje, uh, ja, ik vind het een kut woord om te zeggen, maar een simp geweest. Ja. Want inderdaad, um, als je zeg maar veel geeft aan een vrouw binnen een sim... ...maar op het moment dat zij niks meer teruggeeft, dan wel. En dan maar door blijven geven, weet je wel. Dan ben je aan het simpen. Dan ben je eigenlijk je eigen waarde aan het verlagen. Terwijl normaal kan je gewoon alles aan haar geven... ...en als de liefde gewoon goed is, zij geeft liefde terug, dan is dat goed. Maar op het moment dat zij stopt met liefde geven en jij gaat door... ...dan ben je slecht bezig en dan moet je gewoon je eigen waarde kennen als man. Ja. Ja, zeker. Ik ben het hier met mij eens. 100% eens. Ja, wij zijn het ook niet vaak met elkaar oneens, hè. Wat nee. ik ook nog... Irritant vond, is dat heel veel, nou niet heel veel mensen, maar krijgen wel eens een DM van, oh, deze gasten denken echt dat hij teet is. Oh, hij kan je nog dieper in teetse kont gaan. Oh, kan je teetse ballen nog iets meer likken. Ja, Hoor, uh, toen teet 21 was, moest hij als zwerver bij de kip. Hebben jullie die video gezien dat hij zeg maar kip moest halen uit de prullenbak bij de KFC? Om het toen hij aan het vechten was, ja. Het verschil is niet eens bijna. Het is, het is niet eens bijna te vergelijken, gewoon. Nee, maar het Kijk is... het verschil. Ja. Dus als nee. iemand denkt dat ik. Tate wil zijn. Nee, hij wil mij zijn toen hij 21 was. <laughs> Klaar. <laughs> ja. Optiever. <laughs> ik ben veel verder dan hij toen hij 21 was. Kan je nagaan als ik dadelijk 34 ben? Gek ja. zeg. Ja, grap. Besef, dan hebben we gewoon nog 13 jaar. Ja, dat is, uh, dat is bizar. Miljardair. miljardair. Ik, zat, ik, zat ook, ik zat van de week ook te kijken bijvoorbeeld naar um, een aflevering die heb ik net nou heb doorgestuurd. Die heb je denk ik niet gekeken. Dat is soort van document kleine documentaire van Iman Gadsi. Toen hij van 2016, toen hij begon. Nee, heb ik niet gekeken. In 2023, ja, was het. Twee uur of zo. Nou, uurtje was het, uurtje ja. was het. Maar het is wel grappig om te zien dat hij precies toen op deze, het was ook, het gaat zeg maar wat jij ook zei met zo'n curve. Zeg maar, ja, je ja, bent heel lang bezig, je bent ja. heel lang bezig om iets... ...goed te kunnen en dan vervolgens gaandeweg... ...allemaal dingen, zoals bijvoorbeeld nu hebben we weer... ...dat we sales een beetje onder de knie moeten krijgen... ...hoe gaan we mensen overtuigen, hoe gaan we dit weer regelen... ...dat weer regelen. Ja. En op een gegeven moment gaat het dus zeg maar zo... zo ...en je leert heel veel dingen, je komt met mensen in contact... En ...op een gegeven moment komt het op het punt... ...dat je in één keer zo gaat. En dat is letterlijk je... die, die compound interest gewoon. Ja. Die stick curve heet dat. Maar dat is eigenlijk ook hetzelfde... wat met S&P 100 investeren gebeurt. Ja. Precies hetzelfde met werken zo. Ja. Dus op een gegeven moment zet je gewoon... ...elke dag een klein beetje erin, 100 euro per maand... Elke dag even naar de gym gaan. Op een gegeven moment komt er een punt dat die interesse zeg maar over de afgelopen jaren zo groot is dat die groter wordt dan jouw input. Dus jij doet nog steeds dezelfde kleine input van 100 euro per maand bijvoorbeeld, of van elke dag naar de gym gaan. Maar die die ja die hoe zeg je dat die earnings curve zeg maar die wordt in één keer bam gewoon vol omhoog, omdat die interesse gaat werken op de interesse en gaat zo omhoog. En dat werkt hetzelfde zo met business. Dus als je elke dag één klant erbij krijgt en die klant vertelt weer ...aan één een, aan een vriend van oké, okay, dit is best wel een goede gast... Hè? ...misschien wil je zijn bedrijf ook even checken. Op een gegeven moment gaat dat balletje rollen... ...en dan krijg je gewoon zonder zelf iets te doen eigenlijk... ...gewoon veel meer geld erbij. Ja. En dan dan word je echt succesvol... ...als eenmaal die compound interest gaat hitten. Ik denk dat het ook mee te maken heeft... als je gaandeweg zeg maar de eerste drie jaar... ...zeg maar beginner bent en je leert dingen... ...je gaat constant, dan ga je, doe je dat, dat, dat fout... ...en op een gegeven moment ja. ben je er doorheen. Dan doe je een nieuw bedrijf starten... ...oké, okay, sales call, oh, ik weet wat ik moet doen... ...want ik heb het al een keer gedaan... Ja dan gaat dat goed. Oké, okay, ik kan die overtuigen. Stel je voor iemand is, uh, ik weet, weet het nog niet zeker. Wat weet je nog niet zeker? Ik ga een beetje zo'n gesprek. Het gaat gewoon je leert gewoon heel veel dingen gaan de weg. En op een gegeven moment ben je een punt waar je het meeste wel onder de knie hebt. En dan is het oké, okay, nieuw bedrijf. Jij maakt website. Oké, okay, jij kan dat. Oké, okay, jij kan dat. Bam, twee weken, nieuw bedrijf. Maar dat is ook waarom je ziet altijd de statistieken van uh, 9 van de 10 webshops faalt in de eerste 6 maanden. Ja. Weet je toch? Altijd die rotzooi. 99% van ondernemers faalt na drie jaar. Ja. Maar dat is precies. Je moet zomaar zo zien. Je hebt zo'n curve en Eerst gebeurt er helemaal niks gewoon drie jaar. Dus het blijft gewoon letterlijk zo, zo. En dan na drie jaar of vier jaar of vijf jaar of misschien na tien of vijftien jaar ligt eraan. Gaat hij in één keer bam. En dan krijg je de echte succesvolle mensen. En daarom moet je altijd gewoon door blijven gaan. Ook al zie je even geen, geen, uitzicht meer. Op een gegeven moment gaat een keertje die compound interest gaat inslaan. Dat succes gaat omhoog. Het gaat er wel vooral om dat jij door blijft gaan. Denk ik. Gewoon. Want ik kan het nu niet vinden, 1 2, 1, 2, 3, maar ik heb het voorbij zien komen. Dat 1% van alle podcasts het niet voorbij aflevering 20 haalt. En wij dat, ja, wij al gehaald, toch? Ja, ja. ja wij hebben, in ieder geval, het gaat erom dat je dan een succesvolle podcast ziet en dan begin je podcast. En dan heb je dat tijdje van, oh, ik heb echt motivatie, dit, ja. dat. Maar dan moet dan juist na die 20 e aflevering, ook als je geen kijkers hebt, door blijven gaan. Want jij gelooft in jouw idee, anders, anders begin je niet. Jij gelooft, ja. dat je wat toe te voegen hebben, mensen. Het is het belangrijk dat je ook blijft gaan. En dat is ook precies het moment wanneer die curve komt. De meeste mensen stoppen als die curve komt. Mm -hmm. Dan hebben ze net niet de resultaten die ze dachten dat ze zouden halen. Of dachten dat ze zouden gaan halen. En daarom is het ook zo belangrijk dat je consistent blijft. En ook dat je wel het leuk vindt wat je doet. Ja, en als je nu iets, met iets begint, kan ik je nu alvast uit je droom helpen. Je gaat niet in de eerste twee maanden in één keer 10.000 euro verdienen. Of in één keer 50.000 abonnees krijgen op je podcast. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Ja. Dan kan ik je helemaal uit je hoofd praten... Je gaat niet in één keer viraal en dat je in één keer miljonair bent. Dan moet je echt extreem, extreem, extreem veel geluk hebben. En dat ligt dan niet aan jou. Dat ligt dan aan geluk. Ja. Dus de enige factor die jij kan beïnvloeden is gewoon consistentie en constant door blijven gaan. We hebben nu dan ook pas 20 afleveringen of zo, 22. Ja, we hebben ook nog helemaal niet veel abonnees of zo op YouTube. We hebben op TikTok wel redelijk wat views en zo qua shorts. Maar we hebben ook niet helemaal veel abonnees. Maar we gaan gewoon door. Want we willen constant, uh, we willen gewoon die consistentie blijven houden. Ook hebben we de afgelopen zes maanden niet geüpload. Maar dat kan met andere dingen. Ja, maar we geven niet op. Nee, we geven niet op. We gaan sowieso door natuurlijk. ik ja. denk niet ineens stop. Maar daarom is het ook een goed ding. Wat eigenlijk voor mij een standaard regel is. Als ik een nieuw idee heb, wat ik ongeveer om de twee uur heb. Dan moet je eerst twee maanden wachten voordat je het uit gaat voeren. Dus stel je hebt nu een nieuw idee. Oh ja, ik ga een podcast starten. Oh ja, ik ga uh, verwarming er verkopen op bol.com. Weet ik veel en dan denk je nu van ja, ja 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 man dan ga ik dit en dit doen en dan ga ik marketingmanager aannemen en dan ga ik affiliate marketing toepassen en dan ga ik uh, Facebook ads draaien en dan na twee weken denk je ja toch niet zo'n zin in was dat wel zo'n een goed idee wie de fuck heeft het überhaupt over verwarming en verkoop Bob.com. daar is helemaal geen vraag naar dus je moet eerst dan gewoon eventjes dat idee opschrijven Laten zitten, over acht weken in je agenda zetten. Is dit nog steeds een goed idee? En als dat nog een goed idee is, dan moet je het ook echt doen. Voel Dan moet je ook vol. Al in. Vol. Al in opgaan, inderdaad. Maar anders zit je elke dag of elke week van. Ja, dit is een goed idee. Ga je daarin? Ja, dit is een goed idee. Ga je daarin? Ja, dit is. Snap je? Dan heb je ja, die focus, nooit, dan heb je die focus, focus, focus is ook belangrijk, man. Ja. Die focus. Het focus op één ding. Om het beter worden in het ene ding, dat is ook heel belangrijk. Ja, dat zeggen ook al die gasten bij ons, dus uh, Marcel Melis of Salar Azimi of een uh, Baudet ook. Die focussen gewoon op één ding. Wat doet Azimi? Zoveel mogelijk vastgoed kopen en bedrijven. Wat doet ja. Melis? Ja. Zoveel mogelijk geld ophalen voor zijn klanten. Het is gewoon één ding, simpel. Ja. Wat doet Jasper Lijvering? Horloges. Wat doen wij? Aandelen. Met ja, Want doen een profvoetballer, Wat is een profvoetballer. Alleen voetbal. De hele dag, ja, die gaat niet in één keer nog basketbal daarnaast. Ja, of padellen. Of weet ik van, die wordt opeens uh, trader of zo. Die is gewoon aan het voetballen de hele dag. Ja, inderdaad. Dus focus erop en... Je moet wel erbij zeggen, als jij ergens op hebt gefocust... en het heeft geen resultaat na heel lang... Ja. moet je ook niet te dom zijn om daaraan vast te blijven houden. Dus het is een hele goede balans gewoon... met waar je mee door moet gaan en waarmee je niet door moet gaan. Maar ook dat leer je gaandeweg. Ja. Van wanneer iets niet werkt. Inderdaad. Want je merkt op een gegeven moment wel, werkt iets wel, werkt is niet. En dan ga je misschien net iets te lang door. En de volgende keer werkt het wel. En dan kijk je terug dan denk je... oh ja, daar had ik misschien wel iets in mee kunnen stoppen. Maar dan weet je dat wel voor de volgende keer. Dat is precies voor die drie jaar, die soort van... ...hockeystick. Ja. Ik ga nog wat droppen. Als jij echt maar ergens uit eten gaat of zo... ...of je gaat ergens naartoe... ...en ik maak Joep hier altijd helemaal gek mee... ...en het is te duur... ...dan moet je nooit denken... ...I can't afford it. Ik kan het niet betalen. Dan moet je altijd denken... ...how can I afford it? Ja. Hoe kan ik het betalen? En altijd als ze dat doen... dan dus stel we zijn uh, ergens uit eten of zo... ...en je ziet er staat een steek van 60 euro... ...of van 100 euro. Zeg tegen Joep... Niet, <laughs> I can't afford it. How can I afford <laughs> dit. En dan moet je hem kopen. Dan moet je hem hebben ook. <laughs> ik was in Rome dus, met mijn uh, ex dan. En um, ik was in Rome bij het Hotel Eden. En dat is een uh, vijf sterren hotel, echt super mooi. Ik sliep daar niet, maar ik ging alleen eten. En dat was bij een Michelinster restaurant ook. En uh, ze hebben daar zo drie menus. Twee menu Drie gangen menu en een acht gangen menu. En dat acht gangen menu was echt de hele shebang. Echt de signature dishes allemaal. Acht signature dishes van de chef. En uh, dat was echt het uh, mooiste wat er is. Maar ik dacht, ja, dat acht gangen menu was wel 300 euro per persoon. Dus ik dacht, ja, dat is wel veel. En die drie gangen menu was 110 euro of zo. En ja, het is wel beter op zich, drie gangen menu. Elk, in principe zou je normaal gewoon drie gangen nemen... want het was al een dure trip en zo. En ik dacht, ja, heb ik daar wel geld voor? Heb, is dat het wel waard? Ja, tuurlijk ja. is dat het waard, goh. Dus ik Je bent geen brokie. Dus ik neem gewoon die acht gangen daarna. Helemaal genoten. Het beste wat er is. Maar anders zou ik gewoon niet kunnen slapen. Als ik die drie gangen had genomen. Ik weet niet wat dat is. Maar dan word je gewoon gek. Ja. En dan moet je die acht gangen hebben. Ja. En dan denk ik, ja, oké, okay, maar dan volgende week maar meer geld verdienen. En dan doe je dat ook. Ja. Als je het dan niet doet en het consistent elke keer fout gaat. Dan maar is het luister niet goed even, natuurlijk. Dit, dit kun je wel alleen doen. Als je dan voor jezelf gaat beginnen. Want al ga jij werk je per uur. Dan ga je, oh hoeveel uur moet ik hiervoor werken om dit te doen? Ja, maar je moet sowieso zo, niet. Dus dan, dan werkt het al zo, helemaal niet. Je moet sowieso niet per uur werken, natuurlijk. Dan gaat het al iets heel erg fout als je per uur werkt. Ja, Dat moet je niet doen. Dit eigenlijk, alles wat we zeggen, is niet toepasselijk op mensen die um, hun geld inruilen voor tijd, per uur. Maar daarnaast is het ook iets wat wij doen, waar ook wel bizar veel tijd in gaat zitten. Waar je ook obsessief mee moet zijn, denk ik. Ik denk als je niet 100% een obsessie hebt met het bereiken. Waar wij heen willen, dat je het ook niet mee moet gaan beginnen. Nee. Dus kies dan iets anders. Je moet ook op elk front gewoon lijp zijn. Ja, dat is ook, dit is ook een, de obsessie. En je ziet dat bij de allersuccesvolste mensen in de wereld. En Jake Paul, hij heeft het ook al eens een keer in een podcast gezegd. Die zegt, en is dan misschien wel para. Die zegt van, als ik nu ga vo vo volledig zou gaan focussen op voetballen... zou ik in de NBA spelen. Gewoon die obsessie dat jij iets kan bereiken... waar iedereen zegt, je hey, bent knettergek. Maar als jij het in gelooft en je werkt gewoon Keihard. En je focust op één ding. Dat zijn de mensen die het bereiken. Dus bijvoorbeeld ja. een, uh, een Kobe Bryant. Bijvoorbeeld. Die was ook obsessief met de allerbeste basketballer worden. Die trainde gewoon zes keer ja. per dag, toch? Ja. En hij zei, ik wil, ik wil perfectie. Ik wil dicht bij perfectie willen komen. Dicht bij perfectie komen. En er was een quote. Het feit dat hij alleen al perfect naar perfectie streefde. Zorgde ervoor dat hij iedereen die een goede basketballer zou worden. Gewoon nog uit het veld slaat. Wat hij zo obsessief was met gewoon het allerbeste, het allerbeste worden. En zo'n klein dingetje wat hij minder goed doet, daar gaat hij op focussen. Dus gewoon de obsessie hebben dat jij het allerbeste in iets wordt, dat is wat je nodig hebt, denk ik. Ja, inderdaad. En uh, je moet sowieso dus dat hebben. Dus je moet gewoon echt helemaal lijf zijn in je hoofd. Consistent zijn, door blijven gaan en uh, de allerbeste worden. En op een gegeven moment gaat dan die compound interest hitten. Hè? Dat is bijvoorbeeld ook met social media zo. Compound interest of uh, content maken. Is een heel mooi hefboomsysteem eigenlijk. Op een gegeven moment aan het begin krijg je nul views. En na een tijdje, na een jaar of twee jaar, dan kan je een video uploaden waar je twee seconden over hebt gedaan, krijg je honderdduizend views. Makkelijk. Zonder, zonder moeite te doen eigenlijk. Dat is eigenlijk waar Joe Beukers, Mobicep. Ik, weet ik veel, al die influencers, die maken daar op dit moment gebruik van. Aan het begin hebben ze gegrind en nu ben je gewoon meer aan het, uh, ja, aan het omzetten in geld eigenlijk. En aan het bedrijven aan het bouwen. Om jezelf uiteindelijk eruit te halen. Want je hebt ook geen zin voor de rest van je leven video's te maken. En als je dat dus doet, bijvoorbeeld content maken, is gewoon echt een van de beste dingen die je nu kan doen. Zonder grappen. Als je met je gezicht op beeld wil, natuurlijk. Maar ja, waarom wil je dat niet? Wat, wat, wat ben je nou voor poesie? Zet gewoon je gezicht op beeld, serieus. Wat boeit het? Dus als je dat doet, ga je uiteindelijk zieke compound interest pakken daarop. Je gaat zo groeien in één keer. Plus, je hebt gewoon echt mensen die jou volgen. En daartegen kun je zeggen: van... Yo, koop dit. Ik heb een nieuw bedrijf gestart. Bam, dan heb je in één keer klanten. Dat is gewoon het allerbeste wat je nu kan doen. Dus als ik iets zou moeten aanraden, van wat voor bedrijf ga je nu starten? Is gewoon je eigen bedrijf, letterlijk. Jij gaat op beeld staan. En gewoon praten over iets. Maakt niet uit. Praat over, over het weer. Al ben je de beste weerman van TikTok. Fiets naar, oh, ma naar Mar <laughs> Marokko. Met de tandem. <laughs> ja, doe iets. Doe gewoon iets. Maar die gasten ook, die, die doen al 60 dagen fiets naar Marokko. En die staan gisteren overal op het nieuws. En dan weer story. Para TV. Weer overal het thuis huh? ja, Weer thuisgekomen. Ja, weer thuisgekomen. Ja. Maar die gasten die hebben ook de sponsordeals in de DM's. Die kunnen denken: oh, die pakken zo 10k nu, denk ik. Ja, maar daarom, invloed is echt... Um, zeg maar, Influence op, op TikTok, op Instagram, is gewoon echt macht. En macht is weer geld. Dus het is gewoon het allerbeste wat je nu kan doen. Plus, je hebt zoveel rijke mensen tegenwoordig. En die hebben dan verder helemaal geen invloed. zijn totaal niet bekend. Dat is ook helemaal niet leuk, goos. Het is veel leuker als je gewoon een beetje bekend bent. Nee. Geloof mij, dat is echt tien keer leuker dan niet. Ja. Wij gaan ook volgende week uit in uh, Antwerpen. En... Um, dan gaan we met die Maxime van X on the Beach uit, maar dat wordt ook wel weer even. Een leuke video. Hoor. Dat wordt een leuke video inderdaad. Daar wordt ook wel van. gaan we een goed. beetje een, een lifestyle video van maken. Maar dat wordt wel weer even genieten, natuurlijk in die clip. Zijn we wel veel helemaal de mannetjes. Tuurlijk, uiteraard. <laughs> ja, dat is wel lachen. Het zijn, zijn leuke. Wat zijn wat je zijn zomerplannen eigenlijk deze zomer? Uh, ja, ik had, ik had plannen, maar die zijn nu allemaal een beetje aan het duigen geval, Ja. Dus wij gaan sowieso 10 augustus nog weg. Waarschijnlijk Zuid-Frankrijk. Ja. Als iemand daar is, stuur jij even een berichtje natuurlijk. gaan we even lekker uh, een drinken of zo. Dan gezellig met de volgers. Ja, en... laat, laat even weten: ben jij Zuid-Frankrijk na 10 augustus? 10, 20 augustus? Tussen ja, nou, zoiets. Dus 10 en 20 augustus. Stuur ons even een berichtje. Dan komen we even. Dan knallen even wij even over die route de Soleil. Ja. Bam! Naar Kan of Monaco. En als je als ons überhaupt gewoon een keer voorbij zit te komen, kom er wel eens toe. Want ik vind het wel leuk eigenlijk om met, met zulke mensen te spreken. Ja, Ik vind het ook wel grappig. Er zijn natuurlijk ook altijd wel goede gasten gewoon. Ja. Er waren hier laatst ook een paar gasten, die hadden ook een bericht gestuurd van... ...joh, kunnen we een keer langskomen, want we zijn in de buurt of zo. Ja, prima. En die waren ook helemaal van... ...ja, we zijn begonnen met bom te komen, we hebben ja. ons baantje opgezegd. Weet je wel, prima. dat is gewoon mooi. Als je vragen, dat is gewoon leuk he, om te zien. Stel ook vragen. Ja. Ik, ga, het is, ik heb ook wel eens dat iemand vraagt... ...joh, kun je me hier, hier weer helpen, kun je mijn mentor zijn? Dat kreeg je laatst ook. Maar dat ja. snap je het niet helemaal, denk ik. Nee, zo werkt niet. Mentor is ook een beetje onzin. Zo werkt ja. het niet. Me Mentor is ook een beetje onzin. Want wat ga je zeggen dan? dan? Moet hij alles precies gaan zeggen wat jij moet doen? Nee, maar... Nee, met... Dan moet je zelf uitvogelen. Nou, ik snap je? Ik, ik vind wel. Ik was toen een keer met uh, een gast, die had zijn uh, software, was ik koffie gaan drinken. Lude, weet je nog? Met die guy die zijn software bedrijf voor zoveel miljoen. Had ja. En hij, hij liet mij wel inzien dat als jij iets wil gaan opschalen, dat jij anders moet gaan denken. Hoe was, dan hoe ik toen aan het denken was. Ja, oké, okay, maar en hij is jij... gewoon meer een voorbeeld. Maar die gozer die aan een bericht stuurt als mentor, bedoelt gewoon. Dat jij ja, zegt: Doe dit, doe dit, doe dit. Een shortcut, maar dat is niet zo. Ja. Je moet geen shortcuts willen zoeken ook. Okay. Ik denk als je juist de moeilijke, het moeilijke pad kiest, dat is waar je het meest van leert. En daar ben je ook het meest trots op. Als er morgen een uh, miljoen in je tuin ligt, dan stel het in ieder geval voor. Wel nee. werk je vijf jaar lang voor die miljoen, en kan je door je ouders met pensioen laten gaan, dan is het ineens heel veel waard. Want dan heb je de bloed, zweet en tranen ingestopt. Dan heeft het ook meer waarde. Ja, man, dat wordt echt een mooie dag, man. Ik zit even te denken. Dus gaan ouders met pensioen sturen houden. Ik heb dat er ook is over nagedacht. Te ziek, hoe, 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 hoe ga je dat in elkaar zetten? Maar wij zijn eigenlijk best wel al gewoon uh, ja, lekker bezig op zich. Ja. Als je af en toe even nadenkt. Ik denk, ik heb dat niet altijd vaak. Maar als je gewoon even bedenkt: van... Yo, we zijn dan best wel goed bezig, gewoon. We verdienen best wel wat geld. Hè? Ik kan ook mijn ouders af en toe op vakantie sturen. Hartstikke leuk allemaal. Maar dat is eigenlijk gewoon top. En als je dan ook ziet. Bijvoorbeeld uh, filmpjes van Tate en uh, Goggin, weet ik wat allemaal. Die zeggen allemaal van na een break up ja, je moet sterk worden. en goed kleden. en rijk en invloedrijk. Ik... Maar dat ben ik al. <laughs> dat ben ik al. <laughs> oké. <Okay. laughs> wat moet ik dan doen? <laughs> nog bekender worden, nog rijker. Ja, oké, oké, oké. Ja, nog, nog beter goed zitten. <laughs> Ja. Ja. Ja, dus we moeten gewoon nog verder gaan uiteindelijk. Ja. Dat is uiteindelijk het ding. Je kan nooit de top bereiken, hè? dat je dat vast weet. Maar dat, het is een dat eindeloze, uiteindelijk... een boneloze put. Ja, dat is uiteindelijk wel het doel, man. Mijn ouders met pensioen laten gaan. En dan gewoon voor, voor mijn vrienden en familie gewoon te zorgen. Heel gewoon goed te zetten. Dat is eigenlijk wel de reden waarom ik het allemaal ook wil doen. Ja, maar gewoon net zoals ik zou ook weer iemand gaan zien, die geeft ook weer iedereen een Rolex. En ja, een ik, ik ben niet ook heel. Alleen, erg Alleen ook gewoon of, of ja, van met... geld voor je hypotheek of zo, weet je. Ja, Maar ik ben er ook heel erg van, stel je voor dat ik dan, laten we zeggen, over twee, drie jaar. Dat we, nou dat we vier, vier, vijf jaar op een soort van niveau, dat we ook zo'n team hebben. Ja. En Stel je voor, ik kom dan, ik werk drie jaar met iemand, dan zou ik iemand ook die drie jaar dus geloofd heeft, in mij eigenlijk, want die werkt dan voor jou, zou ik ook zo belonen. Want ik vind ook heel erg dat hard werk beloond moet worden. Vooral in je ja. team ook. Maar dat loyale, dat is wel lastig te vinden nu, denk ik. Iemand die ja. zo lang bij jou blijft en gelooft in wat jij doet. Ja, en dan, als het succesvol is, dan wil iedereen erbij zijn. Want dan weet ze, oké, okay, hij ja, gaat het laten lukken. Maar het aan het begin ooit het zien in iemand... van, oké, okay, hij heeft de potentie. Dan bij hem blijven. Voor hem werken, samen met hem werken. Dat is wel lastig. Dat maar vind, dat man. is op alle fronten lastig tegenwoordig. Want de hele cultuur is een beetje van... ja, je kan gewoon daarin gaan. Of ja. je kan gewoon daarin gaan. Kijk, vroeger, in de jaren 65, en 60, ik zeg niet dat dat per se goed is, maar... dan werkte je gewoon voor een bedrijf... en dan werkte je gewoon 40 jaar voor. En dan was je gewoon een loyale medewerker. Kreeg je een... Uh, hè, een mooiere auto, kreeg je een promotie en had je gewoon een goed leven. En tegenwoordig is het alles is zo uit proportie geraakt. Destijds kon je gewoon met één baan een heel gezin van vier onderhouden en een huis kopen. En tegenwoordig kan dat met twee banen nog niet eens, nog maar net. Dan moet je met z'n tweeën gewoon werken. Tegenwoordig is modaal, um, hoe zeg je het ook weer, de, de mediane huisprijs, zeg maar, die is volgens mij 440.000 euro. Dat is meer dan tien keer zoveel dan een modale salaris. Dat is bizar. Vroeger was dat ongeveer. Twee keer zoveel of anderhalf keer zoveel. En wat ik dan ook misschien wat ergste vind. Dat er ook mannen zijn die bijvoorbeeld die huis in elkaar zetten. Die niet, niet heel slim zijn, die hierheen komen. Die zo banen hebben. En dat zijn de mensen die het meeste lijden. Die ja. keihard werken. Die mannen die dan van zeven uur ochtends tot zeven uur s avonds aan het werken zijn. Dat zijn de mannen die eronder lijden. En niet betaald krijgen. Ja. Maar die, dat, dat is wel, zeg maar. Dat zijn de mensen die onze samenleving. Op in stand houden. Natuurlijk, het is ook niet dat wij daar op neerkijken. Of de nee, dat is taal niet waar ik steeds veel respect ja, voor Ik heb er alleen is enorm veel is... respect voor die mensen. Ja. Misschien wel meer respect dan, dan, dan vele anderen. Meer dan een social media content ja. manager bij een agency in Amsterdam. Ja, ja dan denk ik, wat fuck zit jij de hele dag te doen? Ja. Dat heb je helemaal echt totaal niet nodig. gewoon. Maar goed. Maar ik zal dus later misschien voor, dus ook die mensen gewoon misschien rijkelijker belonen of zo. Dat je gewoon voor, voor zulke mensen ook iets opzet. Als je, ja, ja, dat, ja dat kan ook oh, gewoon eigen oh, bouwbedrijf gewoon, ja gewoon teruggeven aan die mensen dan ja. Ja, maar... ja dat kan jij bent heel erg van het teruggeven ik ben ja, er iets minder van ik wil wel iets van het teruggeven ja ja ik denk meer ik heb gewoon mijn eigen familie en vrienden en dat is goed en de, met de rest heb ik allemaal geen fuck te maken ja. nou, ik heb dat wel boeit me allemaal geen reet ik heb bijvoorbeeld een mooi verhaal als een jongen ik hou, wat ik, net zei, ik hou heel erg van hard werken ik was vorig jaar november was ik in Kaapstad daar woont een van mijn beste vrienden ook die in Amerika heb leren kennen is ook een ondernemer en in Kaapstad is het een groot verschil tussen rijk en arm. Echt een heel groot verschil. Dus je hebt de mensen die het goed hebben, maar ook de mensen die naast de snelweg wonen in kartonnen dozen, in containers. En dat is best wel heftig, want het zijn, het zijn echt geen levensomstandigheden. Maar wat die vader van mijn vrienden dus vertelde, is dat heel veel van die mensen ook niet bereid zijn te werken. Want hij ziet het ook. Hij heeft een, een hele restaurantketen, et cetera. En hij wil dus ook teruggeven aan zijn community, zeg maar. Maar heel veel mensen zijn dus niet bereid om er hard voor te werken. En er is een jongen, en die is 18, en die jongen heet Max. En die werkt zeven dagen in de week, Nou, zelfs zes, het was zes dagen, zes dagen in de week bij hun in de tuin. Een hele mooie tuin. En die jongen die klaagt nooit. Hij staat met 40 graden brandende zon, staat hij daar. En echt voor een minimaal bedrag, maar daardoor kan hij wel zorgen dat eten op tafel komt. En voor die mensen heb ik zoveel respect. En stel je voor dat ik dan nog een keer naar Kaapsel zou gaan, en ik zou iets meer geld verdienen. Zou ik gewoon in één keer van drie of vier jaar, jaar slaat aan zo'n gast geven om te zeggen van wat nu verdient iets van 50 tot 75 euro per maand. Ja, dat is wel echt bizar inderdaad. Dus, hey, voordat ik het zou kunnen zou ik hem in één keer twee of 3.000 euro geven want dan zeg ik jij verdient het en ook om aan zo'n jongen die heeft ook geen toekomst hij heeft geen diploma dit is zijn toekomst. Ja, dat, 75 euro per maand hè? Zoiets ja dat is echt bizar en Bizarre. hij werkt hij klaagt nooit hij werkt er helemaal de naad hij is altijd vriendelijk en denk ik aan zo'n iemand zou ik wel terug willen geven. Ja, maar het is een meer persoonlijk persoonlijk iets maar dat, dat heb ik misschien iets meer dan jij. Absoluut. Ja, ik ben, ik ben nog nooit sowieso buiten Europa geweest. Ik ben niet echt bekend met die, uh, dat soort omstandigheden. En zo. Ja, het is echt vreselijk. Maar dat is nou ja, ook... één keer in Amerika, maar dat, uh, ja, ja, dat telt niet New York. Nee, 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 Ja, maar ik zou ook wel, ja, ik zou ook wel uh, zo teruggeven. Bijvoorbeeld, iemand heeft een school ergens in Nepal. Nepal. Zoiets zou ik misschien ook wel doen. Gewoon dat je mensen oh. een kans geeft. Maar ik zou het dan eerder in Nederland doen, man. Want wat heb ik nou te maken met een paar kinderen in Nepal? Ik wil gewoon hier in Den Haag dat iedereen goed zit ja, maar nou, ja, ik, ik, in mijn ja, stad, ik vind dat, ja, dat vind ik belangrijker dan. Maar hier, hier heeft iedereen gewoon de kans, vind ik. Dat is waar. Ja, als je het hier opvult, dan heb je het ook echt wel goed opgevuld. Dat is waar. Dan moet je wat, ik, ik kan me, ja, dan heb je het echt wel goed opgevuld. Dan moet je er echt wel misschien wel expres bijna doen om het op te vukken hier. Nou ja, of niet proberen. Maar sowieso, als je hier, je hebt hier alle mogelijke kansen. Het is het beste land ter wereld. Ja. Als je ja, weet je, als het hier niet lukt, waar gaat het dan wel lukken? Nee, we wonen echt, het ligt echt niet aan de omstandigheden. Man. Echt niet. Ja. En je kan allemaal zeggen kansen, ongelijkheid en weet ik veel wat, maar je hebt allemaal gewoon een kans om succesvol te worden in Nederland. Ja. En je hebt er geen leningen voor nodig, je hebt er niemand anders voor nodig. Als jij een bedrijf gaat starten, ben je volledig anoniem, dus het heeft helemaal niks te maken met waar je vandaan komt. Ook al kom je uit Rotterdam Zuid of uit Bloemendaal, je hebt allemaal gewoon een kans om het te maken. Heb jij een goede werkethiek? Ben je consistent? Sta je goed in het leven? Heb je een goede mindset? Dan kom je er. Punt. Ja, daar komt eigenlijk ja. op neer. Dus het is wel echt vandaag is gewoon één grote motivational speech eigenlijk. Ja. We moeten ook gewoon die interstellar soundtrack gewoon eronder zetten, gewoon een uur lang. Ja. <laughs> dat kan ze wel. Nee. Nee. <laughs> op gewoon, gewoon kleine stukjes heb je. Zimmer. Nee, maar het komt er gewoon weer. Ja, inderdaad. we hebben eerst van dat mannen, zeg maar, in zichzelf in moeten geloven. Ja. Nu, ja, Maar ik zat laatst. Ik, ik, ah, het is ik, ook gewoon zo, als Je moet gewoon. Wij doen oprecht best wel veel, gewoon. Echt best wel goed, gewoon. Want wij ja. zijn. We komen ons woord na. We zijn direct. Um, uh, aardig ook. We zijn aardig. We, zijn, we, ge we geven fooi. We lachen gewoon naar mensen. We zeggen hallo. We geven een stevige handdruk. Ja, gewoon goed. Gewoon goed. Respectvol. Ik kan wel honderd voorbeelden gaan noemen. Dat is een beetje zelfpijperij. Uh, ik beledig niemand zomaar. Maar bijvoorbeeld, je zei, wij krijgen op de podcast bijvoorbeeld heel veel van oh, wannabe ondernemers en zo. Maar bijvoorbeeld, ik heb een voorbeeld hier van een jongen. En daarvoor doe ik het eigenlijk ook wel een beetje. Ik heb dus een breda, want daar uh, studeer ik. In het begin van de, van de intro sprak ik met een jongen, die jongen heette. Dat ik ga zijn naam trouwens niet noemen. Maar ik sprak met de jongen. En ik was een beetje aan het hem praten. En toen kwam het uh, te sprake dat ik een podcast had. Dus ze stuurde hij mij later een berichtje dat hij op zijn twintigste vader werd. Dat is taai. Dat zit je er echt doorheen. En dan nou, vervolgens zei. beter oppassen. Zei, huh? Beter oppassen. Ja, beter oppassen. Maar ja, daar zit ze wel doorheen. Hij zei van: het is wel mijn kind, dus ik hou het. Respect voor. Dat is gewoon de zijn kant. En op een gegeven moment zei, stuurde hij mij een appje. Misschien had je het toen al gezien in Breda of had ik het gezegd, maar ik word binnenkort vader op mijn twintigste. En jullie content inspireert mij om groot te denken... en mijn droom van financiële vrijheid achterna te blijven gaan en te blijven gaan en geloven in wat ik doe. Al heb ik maar één iemand, zit er één iemand te kijken waardoor ik zeg maar een positieve invloed heb op jouw leven, dan ben ik op blij. Dan mogen er miljoenen ze over mij komen als ik gewoon een bepaald klein groepje mensen kan helpen om gewoon het potentie uit zichzelf te halen, om het kleine duwtje te geven, om te zien dat jij het wel kan. Dan ben ik daarop blij mee, man. Ja, maar daarom al die toetsenbord-strijders uh, met wannabe ondernemer, dit, dat. die weten totaal niet hoe de fork, steel in de vork zit. En dat, dat, waarom zou je tijd uit je dag nemen om haat te gaan commenten? Nee, maar, ben Je bent sowieso al een loser, dus als al die mensen die zeg maar, dit soort berichten sturen, is gewoon honderdduizend keer meer waard dan een miljoen haatcomments. Ja. Eén bericht is gewoon veel meer waard. En, en haat mij maar als dat ervoor zorgt dat ik iemand inspireer. De grootste Jalla van Nederland, man. Ja, noem maar grootste Jalla. Als ik het door twee mensen weet ik veel wat, uh, zijn ouders <laughs> met pensioen kunt laten gaan. Uh, ah, noem me maar, maar Jalla. is dat ja, man. Dat, dat, to, maar to, toen, toen ik zo'n berichtje kreeg, dacht ik wel, allee, we zijn wel echt zeg maar goed bezig. Wij winnen altijd. Wij winnen altijd. Er is geen enkele manier mogelijk dat wij niet winnen. Of misschien pakken we een keer een L, en dan leren we ervan. Dat is geen L van lose, dat is L van learn. Ja. Dus, daar, dus daarna. Dus we, leren, we leren ervan. En uiteindelijk komt er altijd weer een win erna. Ja, want een goed voorbeeld was ook. Do, toen, die, toen jij niet die BMW 43 had. Ja. Dat jij uh, iets uit de hoogte was. Daar leer je ervan. Van. En nu zie je die FUMPC niet meer voorbij komen. Nee, ja, ja, het is ook al acht maanden geleden. Ja, maar in principe. Ja, je leert okay. er wel van. Ja. Je leert er wel van. Gewoon het beste met mensen voor hebben. Dat kun je eigenlijk gewoon niet falen. Je moet gewoon je mindset op orde hebben. Je moet gewoon. Lees boeken. Think and grow rich. Rich that poor that. Weet ik vond wat. Maar zorg ervoor dat je financiële IQ op orde komt. Dat je weet hoe je met geld om moet gaan. Dat je niet alles in één keer uitgeeft. Kan gebeuren af en toe. Maar. Ja. <laughs> dus niet tegen als ze uitgeven. Nul gaan, man. Ja. al je geld op nul zit. Wat er gaat gebeuren. Nee, nee, maar ik wist toen wel alweer van de komt daarna wel weer binnen. En dat is ja. geen stress en zo. Ik had niet helemaal. Zeg maar dat je, echt, uh, dat je echt helemaal in de shit zit. Want je moet niet schulden aangaan voor jezelf. Natuurlijk dat je niet uiteindelijk terug kan betalen. Dat staat gewoon nee. nergens op. Dat is gewoon dom. Nee, nee, nee. nee. Dus je moet wel met enige uh, ideeën in je achterhoofd dingen doen. En je moet er gewoon voor zorgen dat je mindset dus goed is. Dus lees Think and Grow Rich. Ik lees de Bijbel nu ook trouwens. Ja, Ja want ik lees nu elke avond gewoon. Ja, ik heb het geprobeerd, maar ik vind de Bijbel best wel lastig. Weg. Ik, ik, ja, ik, ook, ik, heb, ik heb een editie uit 1955. Oh, ik heb ook ik, ja, <laughs> een hele originele of zo, maar ja, ik weet niet precies wat ik heb. Ja, gewoon uit, uh, uit, uh, uit Israël gewoon, uit de jaar nul. Originele. Nee, niet, op steen heb jij hem ook. Ja, op steen. Ja. Ja, 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 okay. Ik heb uh, <laughs> allemaal, allemaal blokken in mijn kamer. Ja, Oké. Okay. <laughs> steentabletten. Nee. Nee, nee, nee. Dan is het wel lastig, inderdaad. Ja. Elke keer eraf halen. Ik, uh, ik heb mijn bed. Poing. <laughs> nee. Ja, de Bijbel. Ja, ik vind het lastig, man. Maar het staat ja, wel iets we op gaan mijn Ik wil graag weten ook. wat erin staat ook, toch? Ik vind dat ook. En ik had het laatst. Ik vind het ook een beetje algemene kennis. Ja, eigenlijk wel. In de Bijbel staat. Maar überhaupt boeken. Boeken is echt. staat vol met kennis. En ook in gesprek aangaan met iemand. En over bepaalde onderwerpen heb je ziet gewoon meer diepte of zo in dingen. Ja. Vind ik wel. Wat dan? Nou, ik had bijvoorbeeld las ik de 12 Rules of Life van Jordan B. Peterson. En vervolgens was er een, uh, een jongen uit, uh, die was wat mentaal altijd lastig of zo. En zat er een stofje in, ja, ik weet het niet meer precies. Maar doordat ik dat, ik had het precies twee dagen ervoor gelezen in dat boek. En toen benoemde zij dat ook, omdat hij zulke medicaties aan het slikken was. En daardoor, doordat ik de kennis in het boek had, kon ik het gesprek meegaan. Anders, als ik dat boek nooit gelezen had, had ik geen flauw idee gehad waar ze het over zou hebben. Nee. En daardoor zei ik van, oké, okay, dit, dit en dit begrijp ik wel, maar dit, hij zegt dat je sowieso uit kan komen, dat stofje dit en daar verzorgt. En dat, door, door die boeken, daar zat het meeste kennis in. Ik merk ook, als ik heel veel lees, kan ik ook zeg maar, daar ja, kom, komt echt 99% van mijn kennis vandaan, van het lezen. Want door, you, ja. door YouTube kijken naar de bank zit. Maar elk is probleem de... is al ooit een keer voorgekomen. Snap je? In de historie. Dus ja. als je gewoon zoveel mogelijk boeken leest. dan weet je al van tevoren hoe je elk probleem op kan lossen. En dat scheelt tijd. En dan weet je gelijk hoe je weer verder kan gaan. Dat je ook niet nieuwe problemen krijgt. Okay. Okay, dus je hoeft ik... geen nieuwe oplossing te bedenken eigenlijk. Je kan alles gewoon hergebruiken. Ja. Wat, wat zijn drie boeken. die je nu sowieso moet lezen. als je nog nooit boeken gelezen hebt? Thinking Were Witch, Richard Dead. Ik zou ook zeggen The Art of War. van Sun Tzu. Maar die heb ik niet gelezen. Die moet je wel even lezen. Oh, goeie. Mijn, mijn beste boek dat ik gelezen heb is Atomic Habits. Die heb, niet, die heb ik niet gelezen. Nee. Daar moet je even wisselen. Dat moet je even wisselen, inderdaad. Ja. Maar hoezo is dat ene boek, die, die laatste dan War? Um... Sun Tzu, The Art of War. Nou, dat is gewoon. Er staan gewoon hele uh, wijsheden in, eigenlijk, van Sun Tzu. Dat was een oude filosoof uit het oude China, van ongeveer 1500 tot 2000 jaar geleden, denk ik. En er staan dingen in als. Uh, ja, er staan gewoon tactieken in over oorlogsvoering. Napoleon gebruikt dat. Julius Caesar gebruikt dat. Um, uh, Patton gebruikte dat, MacArthur gebruikte dat. Als je niet weet wie dat zijn, gebruik je historische kennis even en uh, zorg dat dat omhoog gaat. Jij weet zeker niet wie het zijn, of wel? Nee, dat bedoel ik. Maar goed, die gebruikten allemaal die tactieken, dus alle grote uh, generaals zeg maar, uit die historie. En dat is ook allemaal toepasbaar op je dagelijks leven en op je uh, onderneming. Dus bijvoorbeeld, ga niet een strijd aan van je weet dat je hem niet kan winnen. Ja. Klinkt heel simpel, maar het is wel zo. Of zorg ervoor dat je het slagveld beter kent dat de tegenstander slagveld kent. En als je dan alsnog strijden gaat, ben je dom. Dat moet je niet doen. Dus het zijn best wel algemene dingen, maar die kan je toepassen op oorlogsvoering, maar ook op je onderneming. Dus stel jij gaat met je onderneming een stap maken, maar je hebt totaal geen idee wat er dan kan gebeuren. Wat zijn dan de opties? Heb ik een concurrent? Gaat hij ook die stap maken? Wat zijn zijn opties? Als je totaal geen idee hebt, je bent totaal blind. Als Napoleon met zijn hele armee. Bij het slagveld in Waterloo aankomt en hij weet totaal niet waar de Britten zijn, denk je dat hij dan vol naar voren gaat met een cavalerie uh, charge? Natuurlijk niet. Dan gaat hij eerst even zijn kennis erop uitsturen en kijken hoe het werkt. Dus je moet altijd eerst onderzoek doen naar dingen voordat je en een totaal plaatje totaal krijgen voordat je ook echt daadwerkelijk actie onderneemt. Ja, maar dat is wel goed, ja. Ja, we moeten ook een, keer een historische podcast doen, want ik vind het ook wel leuk. Ja? Ja. Ik vind ook dat ik ben nu ook bezig met een boek. Uh, ik, ben lezen Napoleon over, fan. Uh, ik ben een boek lezen over, die heb ik hier staan, want ik ga geen TikTok maken. Over Winnen van Oranje. Kijk, dit boek, die ben ik aan. De biografie, oh, die heb ik ook gelezen, man. Die ja. is voor de helft. Ja, ik ben nu over. Is dat die dikke? Ik oh, weet het. Is... Ja, Willem van Oranje. Ik heb zo'n zo dikke biografie van hem voor de helft gelezen. Ja, nou, ik ongeveer. vind, kijk, omdat het een beetje de grondlegger is ook van Nederland, vind ik wel belangrijk dat je de kennis ja. daarvoor hebt. Dus ja, ik, ik had, ik had de, deze drie boeken als. Is je dat zijn moeder, Juliana van Stolberg, die had echt twaalf kinderen verwekt in 17 jaar of zo? zo. Voorbeeld. Voorbe voorbeeld. <laughs> <laughs> als je luistert. <laughs> Nee, luister hier, toch 99% mannen naar, ja. Dus dat maakt ook niet uit. Maar dat is sowieso belangrijk, man. Ik, en ik vind Napoleon... Ik ben echt fan van Napoleon, man. Ik ga uitleggen waarom. Nee, ik weet nog wij zaten in uh, Malaga. En toen zaten wij uh, op, dat, op dat dingetje, weet ik, op, van ook een historisch gebeuren. Ja, toen ja, ja. En, toen vol, heb, je een uur, en heb je echt een uur, heb je me uitgelegd over Napoleon. En toen zaten ja. we echt, Ja, ja, ja. ja. En Napoleon is echt gewoon de ziekste fan van de historie, man, vind ik. Hij is dus geboren, moet je nagaan, op een heel arm eiland Corsica, wat pas twee jaar voordat hij geboren was onderdeel werd van Frankrijk. Een redelijk gezin, gewoon een middelmatig gezin. Maar hij was, uh, op Corsica spraken ze ook geen Frans, zeg maar. Dus op zijn elfde of zo werd hij naar Parijs gestuurd, naar de kostschool. Omdat uh, zijn ouders toch wel een beetje geld hadden. En die stuurden hem dus naar een goede school. En daar werd hij gewoon zwaar gepest. En hij praatte geen Frans. Hij kwam van Corsica. Het was die arme boerenpummel uit, uh, uit dat eiland verderop. Weet je. Niemand nam hem serieus. Hij werd zwaar gepest. En hij begon eigenlijk helemaal onderaan. Op dat moment was de Franse samenleving ook zo. dat je, uh, Het was niet meritocratisch, zeg maar. Dus het werd niet, je werd niet beoordeeld op wat je kan, maar je werd beoordeeld op wat je, waar je vandaan komt. Het had een klassensysteem. We ja. waren het eerste, tweede en derde klasse. Daar weet je misschien nog van de Franse revolutie bij geschiedenis inderdaad. Ja, oh. Dus uh, de eerste, tweede en derde stand. En hij hoorde bij de derde stand. Dus hij kon totaal geen baantje krijgen. Hij probeerde bij het leger aan de slag te komen, want hij had de legerschool gedaan. ...en hij probeert daarna uh, een baan te krijgen bij het leger... ...en er komt echt een complete mogol... ...echt een complete debiel... ...maar de zoon van de marquis de la bla bla bla... ...en die krijgt een baantje voor hem... ...terwijl hij echt een geniale geniale uh, soldaat is eigenlijk. Dus hij is natuurlijk super geïrriteerd. Nou, dan komt ook weer het universum... ...god, Allah, hoe je het mag noemen... ...bam, Franse revolutie. En dan zie je hem zo ontwikkelen... De dus Frans Revolutie schafte dat klassysteem af en zorgde ervoor dat het eigenlijk een meritocratische samenleving werd. Dus zoals wij vandaag leven, het komt op basis van je kunnen en niet op basis waar je vandaan komt. En um, hij wordt in principe wordt hij, uh, generaal gemaakt, of nee, corporaal eerst bij de um, belegering van Toulon. Ja, zijn jullie er nog bij? En toen deed hij zo'n goede job daar dat hij gelijk ban. Um, een job hoger, sergeant of zo. Daarna, bam, weer een goede job. Bam, generaal. Zo heeft hij binnen twee à drie jaar, is hij gewoon opgewerkt tot de allerhoogste generaal van Frankrijk. En toen werd hij zelfs de eerste consul van Frankrijk. Omdat hij gewoon die macht pakte. Hij veroverde zoveel territoriën in Italië en Oostenrijk. Dat hij gewoon in één keer zei: van... bam, ik ben nu de baas van Frankrijk. En toen is hij daarna koning geworden. En heeft hij daarna de paus naar de Notre-Dame in Parijs laten komen en heeft hij zichzelf tot keizer gekroond. <laughs> hij was wel een beetje vol van zichzelf. Ja, maar wel dat is gewoon de ziekste rise, zeg maar, die je ooit hebt gehad. Dus van letterlijk van boerenpummel in Corsica op een zeer arm eiland naar keizer van Frankrijk en op een gegeven moment heerser van heel Europa. En eigenlijk ook als god gekroond met de paus erbij. Hè? Dus je bent eigenlijk van goddelijke macht als je toen de pauze was, Droit divin. Nou, dat vind ik echt heel ziek en heel bewonderenswaardig. Ja, mooi verhaal. Dat is een mooi verhaal. Ik vind ik ga, ik ben ongeveer ook... is nu iedereen afgehaakt van de, van de podcast. We nee waar joh, niet joh. uit. Nee, joh. Nou ja, maar de echte strijders zijn hier. Nee, ik vind ook uh, Alexander de Grote. Ja, ook goed, goed verhaal die, die, die ga ik uh, dat is ook op mijn lijstje man. oplezen. te lezen. Maar in ieder geval uh, mijn boek die ik uh, iedereen aan zou uh, raden, Atomic Habits. Wat het gewoon ten eerste wordt. Oh, ja, het ging over boeken. Ja, het ging over boeken. Ja, daar ging het in <laughs> over. Ten eerste is het: iedereen kan het boek begrijpen. En het gaat eigenlijk om wat de kracht is van kleine gewoontes op je dag. Hoe belangrijk dat is. Als dus je de kleine dingen optimaliseert. En dan word je er ook meer bewust van: van oké, okay, ik doe dat. Waarom doe ik dat? Kan ik dat verbeteren, et cetera. En daar wordt ook verteld: als je elke dag gewoon 1% een klein beetje beter, beter bent. en die consistentie blijft hebben. dat dat uiteindelijk ook anders zo gaat. En dat heb ik er wel van geleerd. Gewoon dat consistentie. Dat echt super belangrijk is. Weet je waar ik ook echt een pesthekel aan heb? We zaten in die positieve flow, ja, Ik heb echt een pesthekel aan al die. Kijk, die mensen moeten het zelf weten, maar al die hardstyle en technofeesten en zo. En dat ze dan allemaal helemaal onder de drugs. Waarom is drugs zo genormaliseerd in Nederland? Staat helemaal nergens op. En allemaal zonder shirt ook. 400 gasten in zo'n tent. Ja, ik vind dat Met die te ogen hefde. ook zo, verdammet. Ik vind dat zo vreselijk. Het ziet er ook gewoon uit alsof je een beetje bezeten bent door de duivel of zo. Het ziet er niet uit alsof je gewoon normaal daar aanwezig bent. Dat ben je ook niet. Want ze zitten allemaal zwaar aan de ketamine en zo. Ja. Maar dat is zo raar. Dat dat in Nederland zo genormaliseerd is. Dat vind ik echt te bizar voor woorden. Ja, ik heb het al zo vaak over gehad. En die, die de verkopers, alle mokkere maffia die verkopen Fairplay naar hun. Want zij doen gewoon business. Hè. Ze gebruiken het zelf allemaal niet. Maar alle Nederlanders gebruiken het allemaal. Dus zij creëren de vraag zeg maar. Maar waarom is dat genormaliseerd? Dat is niet, het is niet normaal. Om een fucking paardenmiddel als ketamine of cocaïne gewoon even in de club te snuiven. Dat is niet normaal. Doe dat ook gewoon niet. Ik raad ook af, iedereen, om dat te doen. Nee, maar doe geen drugs en moedig ook je vrienden aan om gewoon geen drugs te doen. Want het is gewoon zo bizar slecht voor je. En het ziet er ook niet uit. Dat vind ik misschien nog wel een van de dingen die het meest niet aanstaan. Je ziet er gewoon uit alsof je bezeten bent door iets. En je staat in een tent met fucking 400 ontblote bovenlijven van gasten. Wat is daar leuk aan? Ik snap het niet. Je moet dan lekker zelf weten, maar doe het gewoon zonder drugs. Ja. Want je houdt ook nog eens even de hele maffia in stand. Ja. Als je dat doet, dan herinner je dat ook? Dus allemaal uh, misdaden die hebben begaan worden, want allemaal omdat de vraag is naar drugs. Als er geen vraag was, was dat ook allemaal niet. Ja. Wat zijn wij toch weer een positieve invloed op de samenleving vandaag? Gewoon mensen lief voor anderen zijn, geen, geen domme dingen doen, geen af, en toe, af en toe een glaasje alcohol mag natuurlijk wel. Leefag niet te gewoon. Ja. ja, je mag wel. Iets hebben, maar doe gewoon één. Kies gewoon één ding wat je doet. Zeg maar. maar als je dan als iemand zegt, ik wil alleen, alleen een piddetje één keer in zoveel tijd. Ja, maar dat één keer. Het is bijna nooit één keer in zoveel tijd. Dat zeggen mensen altijd. Maar als, het het even, als het al je het even gaat opschrijven, wanneer je het even elke keer hebt gedaan, dan zit er nooit drie maanden tussen. Ja, Met alcohol is in principe dan wat er ook? Ja, klopt. Maar je moet dan niet elke week alcohol doen. Ik vind het ook triest als je elke week alcohol doet en vier keer per week uitgaat. Ik zo. had het hier dus iemand laatst laatste over. Ja. En dan zegt van uh, ik eigenlijk moet je eigenlijk moet je uitgaan en zelf heel eerlijk doe ik het ook niet altijd, maar gewoon alleen als je iets te vieren hebt. Ja. Gewoon van als ze voor jij hebt, iets behaald, waar je trots op bent, jij hebt gezegd ik ging dat verdienen destijds, oké, heb je wat te vieren. Ja. Maar eigenlijk uitgaan voor het uitgaan. Nee, ja, ik vind het ook niet. Ik vind uitgaan ook niet lastig. Ik doe het vaak nog, man. Ik kan dat wel afbouwen. Ik ga, ik ga me wel een beetje daarbij bezighouden. Ik doe het echt bijna alleen in de zomer, gewoon of op vakantie of zo, maar in Nederland bijna niet. Wat je wel hebt, ja, ja, ik kan er maar werken om dat af te bouwen. Ik vind het ook en dan kom je weer hier. We zitten hier op het Langfout en Danzig is hier vlakbij, echt hiernaast. Dus dat is zeg maar een soort van club in Den Haag. Maar in Den Haag hebben niet echt clubs. dat zijn restaurants die een tafel aan de zijkant zetten. Dan zie je daar ook weer van die gasten met een d shirt waar je overduidelijk ziet dat daar hebben ze twee weken voor gespaard of een maand voor gespaard. En die staan dan elke week met datzelfde shirt een Bacardi te halen. Dan denk ik, oh, oh, oh. Waar ben je nou mee bezig? <laughs> ja, ja. Waar ben je nou mee bezig? Dat vind ik gewoon, dat geeft gelijk al gewoon een kut vibe. Dat ja. gewoon niet goed. Het ja. is ook, ja, maar ja, dat is gewoon een beetje. Uh, maar het is gewoon een Doe ja. dat gewoon niet. Ja. ja. Maar ja, het is, het is heel makkelijk om als jij de hele, dag, de hele week, vijf dagen lang werkt voor iemand voor een uurloon. Op een gegeven moment dan, dan in het weekend, dan, dan in het weekend dan, iets anders te gaan doen. Ja, heeft, ja maar ja. Dat je elke het, week ja. uitgaat naar dezelfde club. En elke week een flesboek En elke week proberen 15-5 aanspreken. En dat lukt 15 keer niet. Of één keer in de twee weken lukt het een keer. Ja, inderdaad. Of één keertje van de 100, dan lukt het een keertje. Woehoe. Ja, nee, man. Dat is niet mijn ding. Maar weet je. Iedereen zo'n ding... Als jij naar ons wil luisteren, doe je het wel, doe je het niet. Ja, tu je niet. moet ook lekker zelf weten. Hè? Dat is het uiteindelijke ja. ding. Je moet het, het, zeker lekker zelf weten. Wie ben ik om jou ervan te weerhouden? Ja. Niemand. Maar wij geven alleen onze eigen meningen mee. En uh, doe, doe ermee wat je wil. Als er iemand is die... Je uh, moet sowieso altijd scheiden hebben aan iedereen. Ja. Dat, dat wij, hebben mooi. wij ook. Dus als er, als er iemand is waar je op dat gegeven niet, niet naar moet luisteren, dan is het mij wel. Ja. Gewoon lekker doen waar je zin in hebt. Maar ik vind het een beetje uh, discutabel. Ik zou het zelf niet doen. Ja. Nou, ik zou ook. Wat ik ook... Een fles in de club halen en zo. En het, uh... Ja, maar dat is wel lachen af en toe gewoon. Goos. Ja, maar ik zag laatste filmpje. Als je het, als je, als je uh, het, hoe zeg je nou? Als je het uh, vier toch? Ja, maar dan nee, is het gewoon goed hoor. Verschil. Ik zag laatst, ik zag laatste filmpje, ik moet even nu ik gewoon Een filmpje van de ga de fles champagne van 9k en die ging je gewoon omdraaien. Ja, en maar dat zijn, uh, ja, maar dat zijn de, ja, maar dat zijn de ultieme trieste figuren. Ja, dat zijn echt de ultieme trieste figuren. Dat is wel disrespect. Dat vind ik wel. Dat leuk. is ook een disrespect naar de champagnemaker dat je zo'n fles <laughs> leeggooit. Ja, maar die. Serieus, die champagne wordt daar gewoon uh, gedurende een periode van vier of vijf jaar wordt hij daar gerijpt. Uh, ook zo'n ruiven. Zo handmatig fles. geplukt, in een uh, kelder gezet, geproefd. Kijken of het goed is, gemengd met andere soorten en dan flikker je het leeg. Wat is dat voor disrespect? Dat slaat helemaal nergens op. Wat is dat ook voor verspilling? Als je ook 9K aan een fles uitgeeft en je ouders werken nog, dan heb je het helemaal uh, ja. dan ben je helemaal gefaald. Maar in ieder geval, mensen. Ik denk dat dit het wel een beetje was. Ja, het was weer een goede, een goede podcast. Het voelt wel weer goed om terug te zijn. We hebben een hele hoop nog niet eens besproken, want er is zo ontiegelijk veel gebeurd de afgelopen tijd. Ja. Maar uh, het was wel even leuk. Het was eigenlijk gewoon één grote motivational speech. Vinden wij ook gewoon leuk om te doen af en toe. Uiteindelijk willen wij gewoon zoveel mogelijk positieve invloed hebben op mensen. Ja. En gewoon een duwtje geven heb je dat nodig. En en ik heb nog nooit uit. een negatieve reactie van een luisteraar over de podcast gehoord of gezien. Nooit. Nee. Alleen mensen die dan misschien op Twitter een keer een soundbite eruit nemen, hè, zoals we altijd wel weten. En die dan een keer iets negatief zetten. Maar nog nooit is er iemand überhaupt naar mij toegekomen met een negatieve opmerking. Over, over mij, over jou. Niemand. Ik denk omdat wij ook heel dicht bij onszelf staan. Dat is oprecht onze mening. Daar ben je het niet mee eens. Ja. ben je het niet mee eens. Maar, you be you? En wij zijn, zijn ook gewoon, gewoon samen. Hè? Joep is er altijd voor mij. Ik ben er altijd voor Joep. We doen alles samen. Juist. Zo hoort het gewoon. <lacht> <lacht> Zo is het. Zo is het. <laughs> Oké okay, mensen. Dames en heren. Het was weer gezellig. Ik heb ervan genoten. Weer. Volgende week weer, hopelijk. Of over zes maanden. Ja, Laten we het maar niet zeggen volgende week. We gaan weer een podcast zo snel mogelijk voor jullie opnemen. Ja. Maar laat het ook even weten. Stel ons een paar vragen van de casus of zo. Dat vind ik ook wel leuk om te behandelen. Ja, inderdaad. Stuur maar een paar vraagjes door. Stuur een paar onderwerpen door. Wat jij wilt. Dan gaan we dat even behandelen. Mensen, dank voor het luisteren. Tot snel.